Sparta naar voren. De Sparta-podcast. Met Ruud van Os, Anton Slobboom en Frank Stout. Een hele goede dag. Ja, we hebben hoog bezoek vandaag in Sparta naar voren. Want de bijna voltallige directie is hier aanwezig. Manfred Laros, Gerard Nijkamp, hartstikke welkom. Fijn dat jullie er zijn. Eindelijk. Toch? Ja, absoluut. Leuk om weer terug te zijn. Is er een reden dat ze bijna op schoot zitten? Of? Ja, dat heeft allemaal met camera's te maken. Okay. En als je wint, heb je vrienden, dus dan kom je lekker dicht bij elkaar. Ik heb dat lijstje met vragen maar een beetje hierheen geschoven. Ja. Oh ja. Ik heb de helft al gelezen. Dus, er zijn veel reacties binnengekomen natuurlijk. Allemaal vragen voor jullie. Hele goede en hele goede, want slechte vragen die zitten er intussen natuurlijk. Was dit de mooiste Sparta-zondag van het jaar? Afgelopen zondag. Ja, absoluut. In die zin dat hij in ieder geval in mijn top drie... Wat zijn die andere twee dan? Ja, daar ga ik eens even over nadenken. Maar deze komt in ieder geval in de top drie. Laten we daar maar van dit jaar of overal? Nee, overal. Ja. Dit was echt een... ik werk 25 jaar in betaald voetbal. En deze wedstrijd in zijn geheel die valt in de top drie. Nou, ik schreef het naar jou ook. Hè. In de groepsapp schreef ik het. Dit is echt in mijn Sparta top drie alle tijden staat deze ook. Hoor. Ja. Ja, maar jij loopt al het jaartjes mee. Dan is dit echt heel erg bijzonder geweest. Ja, maar dit was zo mooi... En we hebben verloren, hè? Laat dat even duidelijk zijn. We hebben 1-0 van Utrecht verloren. Maar het gehele gevoel vanaf het moment van binnenkomst tot het moment naar huis gaan. Ik heb nog nooit zoiets moois meegemaakt. Halffinale Feyenoord, jaren 90, beker, prachtig. HSV uit, was ik bij, prachtig. En deze, ik vond dit zo'n mooie zondag. Ja. Nou, dan weet je dat. De sfeer was geweldig. Nou, hier doe je het voor, hè? Ja. Gisteren hadden we een veteranen-diner bij de Gouden Snor. Een... maandelijks terugkerend gebeuren. En eigenlijk was daar ook de afdronk van het hele plaatje. Alles bij elkaar. Zoals je een wedstrijd wil beleven. Zoals wij denk ik ook een wedstrijd willen zien. Niet alleen maar binnen de lijnen, maar hoe het ook voelt buiten de lijnen. Het was een unieke avond eigenlijk. Ja, en toch bekruipt bij mij nu het gevoel van... Oh, Sparta heeft nog niks, hè? Nou, dat heb ik helemaal niet, dat gevoel. Nee, maar iedereen heeft nu zo... Dit was al zo mooi. Als je avonden uit je clubhistorie beleeft, dan heb je wel degelijk iets, natuurlijk. En dan ga je nu wel vooruitblikken, maar dit hebben we bereikt en dit was echt fantastisch. De Dennis Neville-tribune was heel mooi. We wilden niet naar huis. We bleven gewoon allemaal staan. Dat heb ik echt nog bijna nooit meegemaakt. Misschien tegen Feyenoord, maar... Nou, het mooiste was... Alle tribunes. Krankzinnig, hè? Ik keek vanaf Tony van Eet-tribune naar de Dennis Neville-tribune, na afloop, dat deinen... Dat die hele, dat stuk kasteel en de Dennis Neville, dat zo aan het deinen was. Ja. Dik kippenvel, echt zo mooi. En hoe leven jullie dan toe naar donderdag en naar zondag? Nou, weet je, je wordt dan uiteindelijk ook wel weer heel snel in de realiteit gebracht. Omdat we dan na donderdag en na zondag allerlei zaken moeten organiseren. Dus dat is in eerste instantie de beleving. En we zijn voorbereidingen natuurlijk aan het treffen. Maar we praten natuurlijk ook samen met Gerard op dit moment. Kijken we sportief ook naar die wedstrijd toe. Van wie zijn er nog geblesseerd? Wie zijn erbij? Wie is er niet bij met name? Nou Gerard, zeg het maar. Zeg het maar gelijk. Nee, ik weet dat Ron Jans trouwvolger is van deze podcast. Ja, zeker. Dus, maar we hebben straks om 1 uur nog interview met Maurice Stijn. Dus anders gaat hij het wel zeggen. Dan moet Maurice het doen. Maar we hebben straks ook de laatste training voor morgen. Dus dan is er ook meer duidelijk over wie Maar Laurits en Eerthuizen, dat zijn de twijfelgevallen. Twijfelgevallen. Ja, kijk, Tobias die krijgt een, zoals dat heet, een ijsbeentje. Dus dat is een iets wat even heel pijnlijk is. Dat zagen we ook. Hij hinkt naar de groep toe. Toen we doorgingen. Dat heeft normaal gesproken een paar dagen tijd nodig. Dus ik verwacht dat hij er morgen gewoon is. En met Mike, dat is monitoren van kramp, stijvigheid. Maar we praten over de laatste twee wedstrijden. Dus, kan je wel een risicootje nemen? Ja, nou ja, goed, risico binnen precies. Binnen het verantwoordelijke. Ja. Want we hebben straks ook weer een voorbereiding over 4 weken. Dus we moeten ook weer doorkijken naar het nieuwe seizoen. En ach, met maar een iets meer risico nemen kan. Met een mannetje minder kan het ook. Want Utrecht scoorde op het moment dat ze met 10 speelden. Want Toornstra deed voor spek en bonen mee de laatste paar minuten. Met zijn hamstringblessure. Dus. Ja. Bij neerlaag of victorie, sport er naar voren. Eerst even twee hele belangrijke vragen aan jullie allebei. Als de vraag die het meest gesteld is eigenlijk... en die wij ook heel graag willen horen. Gerard, hoe zit het nou met Maurice Stijn? Want een paar maanden geleden zat hij hier en zei... ja, we gaan wel verlengen, komt wel helemaal goed. Maar het is maar wachten. Moeten de Spartanen zich zorgen gaan maken?
Nou, Marie Stijn is misschien in het rijtje van Koki Saito, Mika Pinto en zo kan ik er misschien nog wel een paar noemen die als een mooie rode draad ook hier steeds aan tafel wekelijks wordt besproken. Met Maurice zijn we in principe eruit. Alleen wij hebben wel tegen elkaar gezegd van de focus moet nu echt liggen op nu, op deze play-offs. En daar mag niks voor wijken, daar mag geen aandacht op iets anders worden gevestigd. En wij gaan op het moment dat het klaar is, en dat is sowieso op 11 juni, gaan wij daar meer over zeggen. Kijk, maar geen zorgen. Ik heb nooit geen zorgen. Je denkt wel dat Maurice misschien wel meer geld waard is geworden, toch? A la Arne Slot op Zuid. Vergeet niet. Zijn marktwaarde is wel groter geworden. Ja, maar onze marktwaarde van de club is groter geworden. Aantrekkingskracht is groter geworden. Spelers, trainers willen graag bij Sparta werken. Dus dat is ook de andere kant. Maar Maurice heeft ook trouwens gewoon een doorlopend contract. Ja, precies. Ja. Dus het is gewoon plus één na het volgend seizoen. Dus ja, het is op zich ook niet zo spannend. We hebben dat in het trainingskamp in de winter naar elkaar uitgesproken. Of we elkaar nog steeds leuk vinden. En dat vonden we. En of we nog steeds perspectief zagen, dat zagen we. En op basis daarvan zijn we met elkaar in gesprek gegaan. En we gaan naar buiten treden op het moment dat we dit achter de rug hebben. Kijk, dat klinkt positief. En Manfred, voor jou een vraag. Het kasteel borst uit zijn voegen. Kan je een update geven over de laatste verbouwingsplannen? Het zit zo vol. Nou ja, maar we weten toch wat de plannen zijn. Ik denk dat je beter kan vragen, wanneer gaat alles gebeuren en wanneer is het klaar? Ja, precies. Dat is wat ik bedoel uiteindelijk. Weet je, we weten dat het uitvak verkleind gaat worden. Ja, nou ja, goed, dat is met name denk ik een korte termijn regeling die zeg maar doorvoeren om wat extra capaciteit binnen de huidige capaciteit zeg maar te regelen voor de Sparta supporters. Dat levert uiteindelijk 300 kaarten op. Maar als het gaat over de lange termijn capaciteitsuitbreiding, dan is dat wel een proces wat wel gewoon wat meer tijd vraagt. En daarover hebben wij in januari hebben wij met een consortium, hè, een samenwerking van wat belanghebbende partijen, hebben een overeenkomst gesloten met elkaar. Waarin we het doel hebben om de ontwikkeling rond ons stadion, om dat heel concreet te gaan maken met draagvlak van alle partijen. En alle partijen is sowieso supporters, gemeente Rotterdam, want die heeft er uiteindelijk ook een belang bij. Maar deze partijen hebben er natuurlijk ook een belang bij, want anders stappen ze niet in zo'n consortium. En uiteindelijk moet dat leiden tot nou, opbrengst, laten we het zomaar heel even noemen, als we rondom dat stadion gaan ontwikkelen. En die opbrengst kan vervolgens weer aangewend worden voor de laatste twee onderdelen van onze drietrapsraket. We hebben een paar jaar geleden met elkaar gezegd van joh, nieuw te breggen. Dat is stap 1 die we willen gaan updaten. Gras is stap 2. En als derde zouden we in het stadion ook wederom weer een drietrapsraket willen doorvoeren. Dat is 1 supportersfaciliteiten upgraden. Daar zijn we op dit moment vol mee bezig. Daarna zouden de sponsorfaciliteiten geüpgrade en geuitbreid moeten worden. En als laatste zouden we de capaciteit van ons stadion moeten verhogen. Alleen je ziet nu dat deze laatste twee heel erg naar elkaar aan het groeien zijn. Dat heeft te maken met sportief succes. Anderzijds, we hebben aan het begin van het seizoen verkochten we al ongeveer 1000 seizoenskaarten meer. En die gebiedsontwikkeling die moet ervoor gaan zorgdragen dat deze twee, die laatste twee, gaan vliegen. Want dit zijn gewoon aanzienlijke investeringen die we niet zomaar extern ophalen. Ja. Dus concreet, dat is toch 2030, toch? Nou, dat proberen we wel iets naar voren te halen. Wij proberen binnen nu en 2 jaar heel concreet, dat is ook de afspraak binnen dit consortium, heel concreet met draagvlak dat plan te hebben. Wat gaat er dan gebeuren? Wat zijn dan de opbrengsten vanuit dat plan? En hoe gaan we dat dan aanwenden bij Sparta? En vervolgens moet er ook doorgerekend worden of dat voldoende is en of de gemeente Rotterdam daar verder nog bij moet springen. En dan zegt de supporter, jeetje, 2030, dan kunnen we alweer 2 keer gedegradeerd en gepromoveerd zijn. Kan dat niet veel sneller? Ja, maar 2030 is een woord wat ik nog, of is een getal wat ik nog niet in mijn mond ga nemen. Nee, dat was de mijne. Ja, dat was jou. Maar dat zie ik nog, dat ligt nog te ver weg. Als we vandaag de dag 2 jaar erbij tellen, dan zouden we rond 2025, zouden we, of in 2025 zouden we dat heel concreet moeten realiseren. Dan heb je een plan. En dan nog 5 jaar, ja. Dat vind ik te ver weg. Dat vind ik echt te ver. En er is één vraag dan nog daarover binnengekomen van Sparta Liticus. Wat is dan theoretisch de maximale stadioncapaciteit? En hij heeft ook gelijk een mening erachter. Moeten we niet veel meer ambitie tonen in onze groei? Zonder dat hij het antwoord weet, maar
Nou, wat is de maximale stadioncapaciteit? Ik denk dat die niet is. Want uiteindelijk kun je natuurlijk gewoon blijven uitbreiden tot er een beperking van de omgeving is. En op dit moment is de omgeving, die biedt nog allerlei mogelijkheden, behalve aan de kasteelzijde. Daarin hebben we die mogelijkheden niet. Maar in die plannen ligt ook bijvoorbeeld heel erg duidelijk op tafel van, ja luister eens, wat we ook gaan bedenken met elkaar in dat gebied. Uiteindelijk moet het Sparta niet storen in haar verdere capaciteitsuitbreiding. Dus die is er niet. Alleen ik vind uitbreiding moeten we wel in stappen met elkaar doen. We moeten niet ineens 3000, 4000 plaatsen bij gaan bouwen. Want dat zorgt uiteindelijk alleen voor leegstand. En dat is iets wat we bij Sparta niet willen. Is dat zo? Nou, 3000, 4000 plaatsen ineens extra. De normale groei per seizoen aan vaste seizoenskaarthouders is ongeveer 300, 350 stuks. Dus je moet niet in één keer met 3000 extra zitplaatsen gaan. Maar je kan toch niet ieder jaar bij wijze van spreken 500 stoelen erbij doen? Dan ben je ieder jaar aan het verbouwen. Nee, maar je zou wel een stap kunnen maken van 1500 tot 2000. Dat vind ik nogal wat anders dan 3000 tot 4000. Waar een hele hoop mensen. En dat wil niet zeggen dat we daarna wederom weer een keer met 1500 of 2000 stoelen uit kunnen breiden. Dat zijn dan de stappen die we met elkaar af moeten spreken. Het gaat toch. Uiteindelijk, als je kijkt naar het Sparta-stadion, dan heeft aan de kant van het hoofdgebouw heeft het zijn beperkingen. Aan de kasteeltribune heeft het zijn beperkingen. Dus dan hou je over Dennis Neville en Bok. En we willen natuurlijk graag beginnen met de Dennis Neville. Dat is onze meest populaire tribune, dat begrijpen we allemaal wel. Nou, daar zouden we een eerste stap kunnen maken. En dan ga je daarna naar stap 2, dat is Bok de Korver. Dus heel concreet, kasteel en Tony van Eetribune kunnen niet groter. Het kan alleen maar aan de korte kanten. Als je omhoog gaat, kan het niet groter. En dat is dan wel, kijk, we hebben daar heel veel discussies over gehad. En die gaan we uiteindelijk ook echt beslechten. Naar onze mening, en dat zullen we nog één keer op gaan halen bij een architect uiteindelijk, kunnen we niet naar beneden. Want dan komen we echt in de problemen met toiletvoorzieningen, horecavoorzieningen. Maar je komt uiteindelijk ook in de problemen met je zichtlijnen. En dan heb ik wel eens een keer ergens gelezen, ja, maar dan moet je het uit gaan diepen. Het gehele Sparta stadion in de kruipruimte staat alles onder water. Dat heeft te maken met de grondwaterstand. Dat gaat een hele, hele lastige worden. Daar zullen we nog één keer definitief het antwoord voor ophalen. Maar zoals wij het zien, zul je met name naar boven moeten. En dat betekent dat je op de korte zijde uit gaat komen. Je moet het echt in Sparta perspectief plaatsen natuurlijk. Hè? Want ooit bedachten we bouwen een schietribune. Dat was het begin van een stadion voor 50.000 man, hè, in Rotterdam-West. En toen was het al niet eens meer zo druk. En om een beetje geld te besparen, lieten we de tribune staan en gingen we die schietribune erachter bouwen, waardoor er een gat ontstond toen dat ding af was. Maar dit is rustig en kalm beleid. En we weten allemaal dat volgend jaar misschien wel tegenvalt. En dan komen er weer inderdaad 300-400 man bij per seizoen in plaats van 3000 die er nu staan te trappelen. Dus laten we in godsnaam kalm blijven. Straks nog veel meer vragen, ook van luisteraars, ook van onszelf. Maar die wedstrijd van afgelopen zondag is te mooi om er heel snel doorheen te gaan. Wat was voor jullie nou het mooiste moment van afgelopen zondag? Anton, ik wil graag met jou als supporter op de Dennis Neville beginnen. Wat was voor jou nou het allermooiste moment afgelopen zondag? Het zijn er heel, heel veel. Ja, wat er één veel gebeurt. De mooiste is de penalty van Vito van Krooi. Die ja, op de lat spatte en toen toch erin ging. En dat is op de Dennis Neville zo'n magisch gek gevoel. Dan gaat er zoveel door je heen van ellende en geluk. En dat gebeurde allemaal in een halve seconde. Dat vond ik zo'n mooi moment was dat. Voor jou, Ruud? Dan kunnen de andere twee heren nog even nadenken. Ja, mijn is persoonlijk. Ik zat op de Tony van Eetribune met mijn vader, schoonvader, moeder. Twee kinderen, één dochter ook nog aan het werk in het gebouw achter de bar. En toen de strafschoppen genomen werden, toen mocht het personeel kijken omdat het zo spannend was. Dus toen kwam mijn dochter bij me staan en we stonden met z'n allen en toen werd hij gestopt. En dan vier je feestje. Dus mijn mooiste moment is heel persoonlijk. Echt, dat moment ga ik echt nooit vergeten. Voor jou, Gerard? Nou, gisteren waren we dus bij dat diner en dan kregen wij aan het eind van het diner kregen we allemaal een foto. En die foto was de teamfoto voor de Dennis Neville. Ja. Met staf, spelers en Koki op de rug van Tobias Laudersen. Oh ja. Het is nog niet klaar. Wij willen meer en we willen ons plaatsen 100%. Maar dat was voor mij wel een heel mooi, bijzonder moment. En voor jou? Onze supporters. Ruud haalde het volgens mij juist al heel even aan. Op het laatst, die hele Dennis Neville die op en neer ging. En mensen een kasteelstukje ook. Ja, maar op en neer ging en mensen in het rood-wit. Ik vond het echt magisch.
Dat, ik kan me niet herinneren wanneer ik dat de laatste keer zo gezien heb. Dus en dat vond ik echt geweldig. Ik denk als je gaat uitrekenen, het gaat nooit gebeuren, maar ik denk het, dat als je percentueel gezien, dat wij bij Sparta de meeste mensen in een shirt van de club hebben. Als je het vergelijkt met andere clubs. Dat die rood-witte zee aan mensen. Ik denk dat het nergens anders zoveel is als bij ons. Overigens begon het wel gek, want de Sparta-mars, dat was gek genoeg, de matigste in tijden. Omdat we hem op de Dennis Neville niet goed hoorden, liepen we compleet uit de pas. Het was echt niet om aan te horen. En zo hoorde je hem niet? Waren de boksen kapot? Ja, die boksen, die, nou ja, ik wil je het vaak niet houden. De boksen zijn niet heel lekker, maar het leek wel of die zachter stond dan normaal. Ik weet het niet. Het vuurwerk harder? En dat terwijl de hardhouse daarvoor, de hardstyle, keihard was. Maar we liepen helemaal fout. Het is maar een kleine geitje, maar toch. Je wordt er wel een beetje onzeker van. Jij was zo blij na afloop. Ik was ook even in het supporters home, kwam ik jou tegen. Je was alleen maar aan het springen en dan aan het lachen en met je vrienden erbij. Ja, dat vond ik ook wel genieten. Kijk, in dat supporters home komen mensen die, nou, net zoals jij, gewoon al zo lang komen. En dat bedoelde ik met zo'n golfbeweging. Het kan ook alweer een keer minder gaan, maar daarom, we hebben wel iets. En dan moet je echt koesteren. Dus we stonden grijnzend naar huis. En daar, hier zit nog een uitwedstrijd voor, hè, die ook geweldig was. Als we het dan hebben over Spartanen. 1200 man in een uitvak. Allemaal rood en wit aan, weet je wel. Ook springen. Ja. Ook springen. Ook, dat, ook fantastisch. Ook fantastisch. Hè? Het is gewoon echt een magistrale week. Ja. Weet je, hè, we hebben met de staf vorige week wat besproken. En Maurice legde op tafel van, wat moeten we nog iets doen? Hè? Iets extra. Het is heel populair om een filmpje op te nemen. Waarin dan de kinderen van de spelers en de moeders en de vriendinnen of de vrouwen dingen dan inspreken en succes wensen. Nou, dat is een beetje, in het begin een beetje afgezaagd te worden. Dus wat kunnen we doen? Hoe zit onze supporters eigenlijk in elkaar? Wat kunnen we daarmee? Met fakkels uitzwaaien als de bus wegrijdt. Nou, we hebben dat even laten rusten. We zeggen, ja, want we gaan door. Hè. Die motivatie was er gewoon en dat gevoel was er, die beleving. Maar op dat moment kwamen we terug in de catacomben. We waren door bij Utrecht. En dan zeiden we, hey, onze supporters, die hebben ons gewoon echt toch verrast. Ja. En dat heeft zich ontwikkeld in zijn seizoen. Maar bij zo'n uitwedstrijd, 1200 man in dat vak, op het eind springen. En dat die connectie, hè, dat bedoel ik ook met die teamfoto. Dat iedereen erop staat met de Dennis Neville, met eigenlijk al onze supporters dan. En niet alleen maar Dennis Neville, maar dat voelen we als het hele stadion. Ja, dat is dan... Dan word je toch verrast door van, hey, hoe die verbinding is met elkaar. Ja. Geweldig. Dat juichen voor de Bok de Korver tribune was nu ook geweldig. Hè? Die spelers die daar, die kids bedanken. Want die kids die speelden een rol. Wij hoorden continu vanaf de overkant Sparta-nummers. Ja, het mooie was dat ze dus voor de Bok de Korver tribune stonden. Toen liepen ze naar de andere kant. En dan tussendoor kwam de Engelbewaarder even voorbij. Ja, dat vond ik zo geweldig. Oh, ja. Daar ben ik zo vrolijk van. Ik ben wel geschrokken van het filmpje van het uitvak, eerlijk gezegd. Ik zag Utrecht supporters naar dat hek. Ja. Het ging maar net goed en ik zag niet heel veel gele hesjes, moet ik eerlijk zeggen. Dus wat ging... Nou, ik vraag me ook af wat gele hesjes, maar ook wat die gele hesjes hadden kunnen doen. Je ziet die ene man aan de Utrechtkant, die stapt gewoon opzij. Ja. Snap ik ook wel, want dat is wel een bende wat op je afkomt stormen. Hoe heb jij dat ervaren, Manfred? Want het positieve is dat je een beter hek hebt dan AZ. Maar er zitten ook natuurlijk heel veel negatieve kanten aan. Nou ja, nee, absoluut. Maar dat is natuurlijk een zorg die we de afgelopen seizoenen in het betaald voetbal allemaal met elkaar hebben. En die hebben we ook bij Sparta, want de aandacht naar de veiligheid tegenwoordig is een aantal maal vervoudigd. Als ik dat vergelijk met een paar jaar geleden. De aandacht die we daarin stoppen en de energie. En ook afgelopen wedstrijd hebben wij gewoon weer extra opgeschaald met stewards, met veiligheidspersoneel. Contact gehad met de politie. Er was ook een extra inzet van de politie. Hè. Dat was ook meer dan zichtbaar buiten. Dus we hadden ook wel we waren wel op het een en ander voorbereid. Maar je schrikt altijd op een moment als supporters aan zo'n hek gaan lopen leuren en lopen trekken. Heb je het gezien? Nou ja, ik heb het zeker gezien. Ik heb de beelden nog nagekeken. En ik denk dat het belangrijk is dat het hek het uiteindelijk heeft gehouden. Maar het bevestigt nog een keer de aandacht op die veiligheid. Dat het veilig moet zijn en dat we niet moeten denken dat het in het Sparta Stadion niet gebeurt. Vandaar dat we ook komend seizoen wederom niet alleen het uitvak verkleinen, maar we gaan het ook weer verder verstevigen. Hoe vervelend dat ook klinkt, want bij Sparta gebeurt dat ook. We hebben niet voor niks netten opgehangen. En we gaan, en dat is ook al aangekondigd, we gaan ook nog eens een keer extra investeren in camera's. Buiten het feit dat we ook nog eens een keer gewoon een beleid erop loslaten. Gedraag je je goed, dan belonen we. Ja, heb je gedaan tegen Cambuur, hè? Dan zijn de supporters, hebben er nog een beetje bier na afloop gekregen.
Klopt. Heb je goed gedragen. Ja. Hebben we nog wat meegegeven. Ja, busje, als je, mooi. Dan belonen we. Heb je wangedrag. Dan leggen we gewoon beperkingen op. En Twente gaan we nu ontvangen. En die hebben de aankomende wedstrijd hebben die er last van. Want die hebben zich eerder in het seizoen heel slecht gedragen. Maar één hek tussen familie, vak en uitvak. Is dat niet te weinig? Moet je niet een soort buffer gaan bouwen? Dat zie je in andere stadions wel. Gaan we als nu ze ook dat doen? Hekje hadden gehad, dan... Gaan we nu ook doen. Gaan we nu ook doen. En de nieuwe opzet is ook zeker de bedoeling buiten nieuw hekwerk, maar dat we ook naar dubbel hekwerk gaan. Ja, hoe vervelend dat ook klinkt, maar ja, dan moeten we bij Sparta ook gewoon aan. Maar stel je voor dat die malloot op die kinderen afrennen. Ja. Dat is echt, daar wil ik echt niet eens aan denken. En waarom? Ja, waarom? Dat is nog eens een andere vraag. En jij schakelt dan met Utrecht, want ik neem aan dat je een stadionverbod krijgt als je dit probeert, toch? Of niet? Nou, wij schakelen op een moment als er wangedrag is, dan gaan we de dag daarna gaan we het in kaart brengen. En dan in de loop van de dagen daarna is er contact met de tegenpartij. Ja. Van joh, dit is de schade, dit zijn de vernielingen. Dit betekent het voor de wedstrijd erop. Ja. Nou ja, goed, met Utrecht zijn we daar nog over in gesprek met elkaar. Maar bij Twente was dat over het algemeen vrij duidelijk. En hebben we heel snel daarop ingegrepen. En hebben we contact gezocht met de directie. Ja. Hebben jullie zondag een moment gehad dat je dacht van... Oh, we gaan het niet redden tegen Utrecht. En wanneer was dat moment? Ja, dat hadden we allemaal wel, denk ik, toch? Ja. Na de minuut 80 begon het toch echt wel heel erg benauwd te worden. Als zij met 10 man weten te scoren, dan... Denk van, als ze dan in de verlenging weer met 11 staan, dat het... Ik had het gevoel toen Eerthuizen en Lauritsen er allebei afgingen, dacht ik van, maar dat pakte sportief nog best wel goed uit. Ik was was ik wel verbaasd over. Deze selectie is gewoon veel breder dan wij soms denken. Of dat jullie soms denken. Ja, dat denken wij wel. Ja. Maar dat is niet zo gek in gedachten. Dat heeft ook te maken dat een aantal jongens gewoon niet altijd zichtbaar zijn. Die zien wij elke dag. Wat bedoel je ermee? Nou ja, goed, dat jongens niet zoveel de momenten pakken of krijgen. Of ontwikkeling van zo'n wedstrijd op de bank blijven zitten. Maar wij zien die jongens natuurlijk elke dag op een training. We zien ze in oefenwedstrijden. Allemaal kunnen we gewoon zonder enige vrees kunnen we gewoon erin inbrengen. Ja, maar dat Utrecht hele andere spelers kan brengen, dat is een feit. Maar die hebben ook gewoon een heel ander spelersbudget. Ja, precies. Maar je kan toch niet ontkennen dat aanvallend het allemaal best wel smal is? Ja, goed. Kijk, aan de ene ook Elias Melkussen kan er gewoon prima in. Dat het een ander niveau is. Ja, dat doet hij nooit. Tobias. Dat is een feit. Kijk, de keuze voor Tobias laten staan zo lang mogelijk heeft ook met een verdedigende keuze te maken. Omdat hij ook gewoon super kopsterk is. En daarin ook nog heel veel ballen kan wegkoppen. Zeker als Bas Dost daarin komt. Alleen ja, hij was dusdanig geblesseerd dat hij eraf moest. Maar wij hebben dan niet gelijk de vrees. Nu valt het als een kaartenhuis in elkaar. Omdat we maar een hele smalle basis. Maar daar zit er ook een stuk toeval in. Net zoals dat het toeval is dat wij op de paal koppen. Twee keer aan het begin van de wedstrijd. Dan heeft Utrecht die mazzel. Maar die ene redding van Olij. Ja. Op de inzet van Tyler Booth. Ja, weet je, kan je er zomaar uit liggen. Dus nee, maar het is ook wel een dubbeltje op zijn kant geweest. Nee, natuurlijk. Maar ik heb dat ook. Hè. Ja. Ik heb meer van, het wordt voor ons lastig. Scheidsrechter zit niet mee met de beslissingen. Een goal wordt afgekeurd. Gaan wij wel scoren? Ja. En dan zaten wij van, nou, laten we maar gewoon naar huis spelen. En op het moment dat Dirk erin komt en dan weten we, Maurice wil het naar huis spelen. Dus oftewel, we gaan verdedigend spelen en alles wegkoppen en wegschieten. Krijgen we die goal om te horen. Dus vanaf dat moment zaten wij natuurlijk ook best wel een beetje van, waar gaat dit naartoe? Ja. Het verraste mij, met name positief verraste mij. Want ik zei inderdaad tegen Gerrit, ik hoop dat we het binnen de 90 minuten binnenslepen. Ja, want ik zag ook die energie, wat Anton zegt, zag ik weg hebben. En als je dan die twee verlengingen ziet, dan zijn we gewoon weer de bovenliggende partij. Dat is ook knap. En ik had echt zoiets van, waar komt deze nieuwe energie vandaan? En dat verraste mij enorm. Ja. Ze hadden meer gewisseld dan wij. En daarom bizar. Het moment van de wedstrijd was natuurlijk die idiote kans vlak voor het einde van de verlenging. Kitolano. Die heb ik wel 100 keer teruggekeken. Welk effect zat daarin? Hoe kan die bal terugstuiten en wat er daarna gebeurt? Maar even, zoiets heb je toch nog nooit maar gezien? Maar even terug uit de spanning en uit de stress. Is gewoon een penalty, hè? Die jongen die maakt gewoon hensbal. Ja. Dus die bal die komt tegen hem aan. Op een gegeven moment maakt hij een hensbal in het veld. Heeft invloed op wat die bal gaat doen. Ik denk dat het gewoon een hensbal is. Zitten ze gewoon te slapen bij de VAR. Ja, nou, dat was niet het enige moment waarop iets geks gebeurde. Joey Coy weet in elke rol wel een stempel te drukken. Hè? Ja, als je het naam wordt gescandeerd als VAR, dan is er wel iets aan de hand. Ja, dat was een goal, vond ik eerlijk gezegd. Maar goed. Ja.
Ja, ja, ik wil daar niet al te veel woorden aan vuil maken. Het is allemaal, het is gebeurd. Het is gezegd nu. Ja. Hoe zat dat nou met het trainen van penalties? Want dat hebben we wel gedaan, maar het was gewoon niet zo goed gegaan, toch? Nee, ja, goed. Ik denk dat, dat iedereen daar in de nabeschouwing duidelijk over is geweest. Ze hebben penalties genomen op de zaterdag. Iedereen een penalty. En Nick heeft helemaal niet in de goal gestaan. Die wilde dat niet. Nou, dat heeft Juri en Schonewald. Juri Schonewald en Tim Kooremans, die hebben de penalties voor hun rekening genomen. En ja, ik denk wel meer dan de helft ging er op dat moment niet in. Het is altijd een andere situatie. En dan zie je van als echt de focus is, als het echt moet, diep respect en diepe bewondering over de jongens die de penalties namen. Ja. Maar ook wel voor een Bart Vriends die gewoon zegt van laat mij maar achter in de rij staan als het gaat om penalties. Ja, ja. Ik vond trouwens een geweldig interview na de wedstrijd van Bart. Hij speelde ook goed. Het is beste wedstrijd ooit voor Sparta, Bart Vriends, afgelopen zondag. Ja, speelde goed. In meerdere opzichten. Bart is een uitgangspunt ook na de wedstrijd, ook buiten de lijnen voor ons als club. Maar hoe hij het gevoel verwoordde in het interview na de wedstrijd bij ESPN, daar kreeg ik ook echt kippenvel van. Ja, wat ik details vind ik mooi, is dat op het moment dat Adil Awassar erin komt, dat Bart gelijk zijn aanvoerdersband En wat ben ik blij dat niet de laatste bal in de carrière van Adil Awassar de gemiste straf op Want ik ga ervan uit dat hij nog wat minuten krijgt tegen Twente. Ik denk het ook, Want anders had zijn laatste aanraking in betaald voetbal kunnen zijn. Een gemiste straf op. Bizar. Ik zei hetzelfde. Ja. Ik zei exact hetzelfde. Dat heeft hij niet verdiend. Nee. Wat een verhaal, Ik vond het aanloopje van Kito Lano, man. Jezus. Nou, Barkas was ook een beetje in de war. Ik dacht dat ik stierf. Die eerste penalty van Vito, die zet wel meteen de toon. Ja. Die zet echt meteen de toon. Zomaar uit kunnen sluiten, maar dan zeg je, dubbeltje op zijn kant, weet je wel. Ja. Hij ging erin. Maar daar zit het ook allemaal een beetje mee natuurlijk. Ja, dat win je ook af. Ja. Ben je klaar voor alle kijkersvragen over spelers? Nu we toch over spelers aan het praten zijn. Ja hoor, kom maar. Toch? Wat zit er in die gleuf? Kun jij gaan koffie drinken? Tijd voor de post. Nou, maar straks komen ze voor jou nog, Manfred. Geen enkel probleem. Tom Pina, waarom ga je niet verder met Lamelie? We gaan even snel doorheen. Omdat we aan het begin van het seizoen een afspraak met elkaar hebben gemaakt dat we 1 jaar elkaar zouden helpen. Namli zou Younes dus zou leveren. Heeft hij wel gedaan? In het eind van het tweede seizoen zelf absoluut gedaan. Hij had wat pech met een langdurige blessure. En we gaan aan het eind van dit seizoen, dus na zondag, gaan we uit elkaar. Ja, dat is geen antwoord. Je kan toch hij vraagt waarom ga je niet door? Nou, omdat we aan het begin van het seizoen afspraak hebben gemaakt. Dat je niet door zou gaan? Ja, want hij voor 1 jaar was. Hij wil nu een andere kant op. Maar als hij de 10 gemaakt had en 20 assists had gehad, had je wel met hem doorgaan. Ja, maar hij wil een andere kant op. Wat wij willen, het gaat erom wat hij ook wil. Dus hij wil niet door? Nee, gaan we samen niet door. We hebben samen een afspraak gemaakt voor 1 seizoen. Dat zie je ook terug in het contract waarvoor hij speelt dit seizoen. Misschien had hij wel een veel hoger contract ergens anders in het buitenland kunnen bedingen. Dat heeft hij niet gedaan, want hij wilde gewoon Sparta nog 1 jaar helpen. Nou, en ik vind, natuurlijk, als hij de 10 had gemaakt, hadden wij misschien een poging gedaan. Dat hij zich als een vis in het water begon te voelen. Oh, zeker. En dat is ook het geval. Alleen, hij komt ook op een leeftijd dat je moet denken aan later. Ja. En dat heeft hij al een keer gedaan, maar hij wil dat denk ik nog een keer doen. Nou, het schijnt dat ze in Saudi-Arabië tegenwoordig wel aardig betalen. Hè? Dus, ook dat, maar misschien zien we hem gewoon weer terug op de Nederlandse velden. Ja. Utrecht zoekt nog wel wat spelers, geloof ik. Oh, hebben ze zich al gemeld? Hoeft niet bij ons te melden. Nee, dat is waar. Boas, 2 vragen van hem. Kan je iets meer vertellen over de tweede spits achter Lauritsen? Wordt het bijvoorbeeld een jong talent uit de KKD of misschien een huurspeler? Kan je daar iets over zeggen? Nou, wat we leren ten aanzien van de backup spits, Melkersen heeft weinig speelminuten gemaakt, is dat Tobias super fit is, waarde heeft door de hele wedstrijd en die je dus niet zo snel wisselt. Dus we zouden ook kunnen kijken naar een speler die wat multifunctioneler is. Koki deed het heel goed op die plek, om over een multifunctionele speler te spreken. Maar Brien komt terug, die zou dat ook eventueel kunnen invullen. Maar ook een andere. Maar iemand die ook bijvoorbeeld vanaf rechts kan spelen, die als een 9,5 kan spelen of vanaf links, maar ook backup kan zijn voor de spits. En Lokilo? Ja. Lokilo komt ook terug, maar die kan niet in de spits als backup. Komt Brim beter terug dan dat hij weg is gegaan? Dat hopen we natuurlijk wel. Hij heeft natuurlijk weer een jaar op KKD-niveau gespeeld. Dat had ook gewoon gekund bij ons. Hè. Dat had niet van ons gehoeven, dat had met het WK te maken. En hij gaat straks gewoon weer aansluiten. Ik heb contact met zijn zaakwaarnemer en de speler zelf dat hij niet mee gaat doen aan de Gold Cup.
En dat is heel belangrijk, want de Gold Cup wordt in Amerika gespeeld in de zomer. En dan zou hij weer een deel van de voorbereiding missen. Ah, okay. En dat is natuurlijk vorige voorbereiding ook wel een beetje finesse geweest. En dit is zijn keuze, ik doe niet mee. Of hij is gewoon niet geselecteerd. Ik moet wel zeggen dat dat de woorden waren gisteren van zijn zaakwaarnemer. Dus het moet nog wel even gebeuren. Dus dat hij ook echt zelf zegt tegen de bondscoach van Canada van sorry, maar ik ga voor de voorbereiding bij Sparta. En ik ga niet met het nationaal team mee naar, naar de Gold Cup. Wat is de status van Dirk Abels? De status is nog steeds dat dat dossier open is. We hebben hem de tijd gegeven. Hij heeft ook zelf om tijd gevraagd. Ik heb daarin wel aangegeven dat ik doorga. Met betrekking tot het invullen van de posities waar hij eventueel ook kan spelen. En daar komen we wel in een afrondende fase. Dus, met een nieuwe speler? Met nieuwe spelers. Okay. Dirk kan op meerdere posities spelen. Heb je een deadline gesteld? We hebben hem geen deadline gesteld. We hebben elkaar die ruimte gegeven. De deadline is, ik ga verder. Ja. Ik ga invullen. En op het moment dat het is ingevuld, dat is de deadline. Ja, en dat betekent dan ook waarschijnlijk dat je niet gaat wachten wat er met Sambo gaat gebeuren bij PSV. Sambo gaat terug. Ja, precies. Maar dat je niet gaat wachten hoe zijn kansen daar zijn en dat hij dan mogelijk opnieuw verhuurd gaat worden. Dat zou slecht beleid zijn als je dat zou doen. We hebben Bakari als rechtsback aangetrokken. We zijn echt in een afrondende fase met nog een speler die op die positie kan spelen. En dat is niet Dirk. Laten we niet vergeten, kijk, Dirk heeft enorm veel waarde gehad voor de club. En op het moment dat je denkt dat hij in het moeras wegzakt, richt hij zich weer op. En er zit hier aan tafel iemand voor de fanclub van Dirk Abels. En die zit tegenover mij. En dat verdient hij ook. Dat verdient hij 100%. Want Dirk is, en dat doe ik niks af aan de kwaliteiten van Dirk Abels, maar de beste stand-in die we eigenlijk kunnen wensen. Dus als we die deadline stellen van wij gaan door, zal er altijd nog een deur op een kiertje zijn. Van hey Dirk, als jij kunt accepteren dat je misschien niet aan het begin een basisspeler bent, maar die nummer 12, kom jij voldoende aan spelen toe? Want dat laat je nu ook weer zien. Gaan we dat soort keuzes maken. Vraag van Dave, kan je nog eens uitleggen of er echt alles aan is gedaan om Pinto te behouden? Eén woord, alles. Nou, heel goed. En bij deze en Dirk, ik snap, om daar even toch, want het irriteert me niet, maar ik wil er toch iets over zeggen. In het hele proces, een woord waar ik niet zo van hou, maar ik zeg het toch een keer. In het hele proces hebben wij denk ik prima gehandeld. We praten over een salarishuis. Daarin heeft mijn voorganger hem het maximale wat je voor die positie kunt betalen al betaald. Dus daarmee kwam ik eigenlijk met de rug tegen de muur te staan. Daarin hebben we zelfs nog een keer gezegd van we gaan nog een keer een handreiking doen. Dus het is niet zo dat wij hem een minder aanbieding of dat soort dingen hebben gedaan. Dat is absoluut niet het geval. Maar ik snap ook dat Mika, een beetje in hetzelfde verhaal als Younes Namli, in een leeftijd komt dat hij moet gaan cashen. En dat kan in de positie waarin hij speelt bij Sparta helaas niet. En dan gaan we de wegen elkaar scheiden. Maar hebben jullie in eerste instantie wel een lagere aanbieding gedaan? We hebben dezelfde aanbieding gedaan. Dus je hebt nooit een lagere aanbieding gedaan? Dat wordt ook wel eens beweerd. Nou. Ja, dat zijn. Ja, er wordt van alles beweerd door mensen die niks weten. Maar dat is niet zo erg. Maar nu hebben we de directeur aan tafel zitten. Dus jij zegt nooit een lagere aanbieding gedaan? Dezelfde aanbieding. Je hebt dezelfde aanbieding gedaan, daar ging hij niet mee akkoord. Ja. En je hebt niet een nog hogere aanbieding gedaan? Daarna? Wel, dus je hebt ook nog een hogere aanbieding gedaan? Zeker. En we hebben twee keer met elkaar gezeten. Ik heb nog een keer met Mika gezeten. Omdat ik gewoon wel wil dat, want we respecteren natuurlijk datgene wat hij doet en hoe hij naar kijkt. Hij respecteert ook directie, heeft hij meerdere malen gezegd. En onze wegen gaan gewoon scheiden aan het einde van het. En dat is helemaal, dat kan hè. Ja. We hebben dat met Okoye ook gehad en daar maakten de Spartanen zich ook wel een beetje zorgen over. Moest kijken hoe we nu over Nick Olij. En gaat dat ook gebeuren met Vito van Krooi? Vito heeft nog een doorlopend contract van 1 jaar. We zijn niet met elkaar in gesprek om dat contract te verlengen. Omdat ook Vito in een moment van zijn carrière gaat komen. Dat hij ook de situatie waarin hij zit met de resultaten die hij ook heeft gehaald in scoren en assist geven. Ja. Dat hij dat moet gaan uitbuiten. Ja, nou, bedrijfseconomisch. Hij moet gewoon weg. Ja. Toch? Ook dat, hij moet weg. Precies. Dat klinkt iets harder. Je kan dan toch horen dat Ruud de hoofddirecteur is geworden. Hè? Dan kan hij hardere teksten gebruiken. Dat ben je veranderd. Ja. Kom op, hè. Maar je bent bezig ook met de vervanger voor Van Krooi. Zeker. Ook korte termijn? Nou, deze window.
Ja, precies. Maar niet zo, alleen, niet zo dichtbij alleen, als met de vervanger van Abels. Alleen bestaat de kans dat we Vito niet gaan verkopen. Want er moet wel de juiste bedragen op tafel komen. En anders gaan we nog een jaar ga je niet zeggen, hopelijk op dezelfde manier profiteren van Vito. Iemand die niet weg hoeft, maar waar ik wel erg voor vrees, is Nicolai. Ik zeg dat we die kwijt gaan raken. Wat zeg jij? Die hoeven we niet kwijt te raken. Nee, dat hoeven we zeker niet. Maar ik denk dat wel gaat gebeuren. Nee, wij is te goed. Wij hebben in de zomer, voorafgaand aan dit seizoen, hebben we denk ik een aantal jongens, hebben op een aantal spelers geïnvesteerd. Die hebben wij langdurige contracten kunnen geven. En dat geeft heel veel comfort. En, Mijnans. Ja, en daarin hebben we Sven natuurlijk in de winter van de hand gedaan. Dat geeft ons nu ook comfort dat we niet moeten. Dus wij zitten in de driving seat of hoe wil je jawel, dat noemen. Jawel, maar je krijgt eigenlijk een situatie dat een spelershoofd op hol gebracht wordt door een club. Van je kan hier drie keer zoveel verdienen bij Sparta. Ja. Dan krijg je natuurlijk verstoorde werkrelatie. Ja. Dat soort verhalen is natuurlijk niet ondenkbaar. Als Nick Vito is, dan ben ik het met je eens. Maar Nick is geen Vito. Nick heeft een driejarig contract wat hij met zijn volle verstand heeft getekend. En ook zijn zaak benemen. En ook wij. Daar hebben we dik in geïnvesteerd, kan ik je vertellen. En daar hoort ook wat tegenover. Dus Nick moet gewoon volgend seizoen bij Sparta blijven. Of er komt iets fantastisch. Nou, ik wou net een percentage vragen. Dus geen percentage zelfs. Dat heeft niet zoveel zin. Nee. Maar aan het eind van de dag is iedereen te koop. Maar wij moeten daarin wel dusdanig voldoening krijgen dat we ook daar weer wat mee kunnen doen voor de toekomst van de club. Laatste vraag in dit blokje is van André. Wanneer gaat Sparta om de tafel met Mike Eerthuizen? Dat is een groeibriljant, die moet echt langer vast worden gelegd. Ja, ik vind Mike wel een heel mooi voorbeeld van een speler die we dus in de winter van 22 hebben gehaald. Als die groeibriljant, zegt deze meneer heel goed. Die mocht wennen aan alles bij de club vanaf juli. Maar we hebben hem toen al gecontracteerd. En kijken naar Adil, kijken naar Nabat als senior verdedigers. Hij heeft zich op een gegeven moment in het team gespeeld. Gelijk bij de eerste competitiewedstrijd kwam hij erin. Omdat Adil toen ziek was. Adil ging eraf. Drie wedstrijden heeft hij het gewoon laten zien dat hij er echt klaar voor was. En wij gaan op dit moment we zijn op dit moment in gesprek met zijn management om naar dat contract te kijken. Om om dat contract op te waarderen. Heeft het je verbaasd hoe goed hij is geworden? Tweede seizoenshelft? Ja, wij waren wel overtuigd dat hij de kwaliteit heeft van een moderne verdediger. Hè, dus vooral ook in de opbouw van achteruit, zoals we dat heel graag willen in onze speelwijze. Initiatief nemen, durf en lef. Zondag ook weer het indribbelen van in het middenveld, waarin je middenvelders dwingt van de tegenpartij. Maar dat hij al zo ver zou zijn, we zien hem zelfs, misschien wel een beetje verbaasd. We zien hem zelfs coachen. Ja, ja, ik denk dat voor hem ook heel goed is dat hij uit het Volendamse is. Hij woont nu ook gewoon met zijn vriendin hier in Rotterdam. Dat is voor sommige jonge jongens ook best wel een volgende stap. En ik denk dat het voor hem goed is geweest. En alles is positief rondom die speler. Straks nog veel meer vragen, ook voor jou Manfred. We gaan eerst even naar de Spartaan van de week. De Spartaan van de week! Met al een aantal namen genoemd. Manfred, jij bent langs de stil geweest. Mag jij nu beginnen? Nou, dan ga ik niet één specifieke persoon noemen. Maar dan ga ik op dit moment de hele wedstrijdorganisatie van Sparta noemen. Want zij staan voor de immense klus om voor de play-off op het juiste moment. In de juiste communicatie. Iedereen zijn de toegangskaarten te bezorgen. De mogelijkheid te geven om die te kopen. En dat doen ze fantastisch. En ik weet dat het druk is. En ik ben heel blij met ze allemaal en ik hoop dat we dat deze week goed af gaan sluiten. Is het tandvlees of wat is het? Nou, dat is wel tandvlees, want ik loop dan met enige regelmaat naar beneden om heel even te vragen hoe het dan gaat. En dan komen we bij ons altijd uit bij Wes, maar ik loop ook wel even bij de ticketing heel even langs. Wesley van de Stam loop ik dan heel even bij langs. En dan zie je gewoon dat iedereen het echt op dit moment heel erg druk heeft. En de mailbox stroomt helemaal vol met allerlei bijzondere aanvragen. Gelijk zondag na de wedstrijd al, hè? Ja, meteen. Maar ik zag dan ook meteen na die wedstrijd zag ik ook dat mailtje binnenkomen over de informatie voor de volgende wedstrijd. Ja. Dat vind ik dan, daar ben ik trots op. Dat we dat voor elkaar hebben, dat ze dat voorbereid hebben en dat ze zo iedereen weer informeren. Dus nogmaals, dikke compliment aan hun en Spartaan.
Spartanen van de week. Sturen jullie Wesley af en toe wel eens gewoon naar huis? Of laat hij, rolt hij nog steeds een matrasje uit s'avonds? Nee, hij woont tegenwoordig heel dichtbij. Dus hij gaat wel gelukkig wel eens naar huis. Ja. Ja. Ruud? Over hoeveel mensen heb je het nou eigenlijk? Dan, ik denk dat we het over een persoon of 4, 5 hebben, max. Okay. 4 denk ik. Dus nou, met name 2. Komt er uit op weinig schouders eigenlijk. Ja. Ja. Ruud? Ik heb er 2. Eén is Bart Vriend, wat ik net al zei, moet genoemd worden. Beste wedstrijd ooit voor Sparta, vind ik. En ik vond hem echt geweldig spelen. Echt een leider in het veld. En dan vind ik die bandoverdracht vind ik dan ook mooi symbolisch. Dat je daar dan ook oog voor hebt in the heat of the moment. En de tweede is, ik maak hem weer persoonlijk voor de wedstrijd, is mijn moeder gehuldigd. Door deze meneer op prachtige wijze voor jarenlange trouwe dienst bij de club. En ik vind dat Ma wel even genoemd mag worden. Want ze werd mooi in het zonnetje gezet, de tranen op de wangen. Ja, ze was trots, hè? Ja, ja dus... Hele mooie foto. Ja. Nou, gefeliciteerd namens ons van de podcast. Mooi, hoor. Dat is hartstikke echt, mooi. En bedankt. Ja. Nou. Anton? Er zijn heel veel verhalen en heel veel mensen. Maar er gebeurt de laatste wedstrijden steeds iets moois. En dat is dat Arno Verschuren met zijn dochtertje het veld omloopt. En dat dochtertje mag dan met een bal op het doel af van de Dennis Neville. Maar dat begint nu te leven natuurlijk. Dus dat, dat juichen, dat kwam uit de tenen bij iedereen. En dat is zo vrolijk. Het is zo'n leuk grietje. Spartaanse van de week, toch? Wat jij nu zegt, we zitten nu in zo'n goede fase. We vinden nu alles leuk. Ja, nou zeker. Dus, ja. En dit was een heel mooi moment. Er is zoveel spanning op die wedstrijd. En dan komen ze toch met hun kinderen, eigen kinderen het veld op. Dat viel me op. He, dus je hebt het dan over topsport. Heel Nederland zit naar je te kijken. En dan ga je toch met je kindje zo. Ik zag Verschuren ook. En die moet dan dat kindje helpt een beetje. Het is allemaal intimiderend. Dat vuurwerk en dan toch handjes geven, weet je wel. Younes, kind wil bij blijven staan. Maar ik denk dat... Nee, maar ik denk dat het ze toch een bepaald goed gevoel geeft. En dat ze het daarom doen. Want als het afleiding zou zijn, zouden ze het echt niet doen, hoor. Ja. Ik begrijp ook dat die dames heel goed met elkaar om kunnen gaan. Hè? Dus ook voor de wedstrijd afspreken. Ze hebben geloof ik de afgelopen wedstrijd pannenkoeken gegeten voor de wedstrijd. Ook belangrijk voor de spelers, dat zij de focus kunnen hebben. Ja. Dat die dames het ook goed kunnen vinden met elkaar. Ja. En daar doen jullie geen extra dingetjes voor, toch? Dat ontstaat uit hen. Peter en José, die hebben speciaal... Wie zijn dat? Dat zijn de mensen die in de spelerzoom achter de bar staan. Peter en José Lindemans. Ja. Okay. Ja, en die hebben... voor deze keer pannenkoeken gebakken voor de kinderen. Oh, dat is wel mooi. Dus dat was wel een leuk gebaar ook. Ja. Ja. Wie is jouw Spartaan van de week? Nou, ik wil toch wel naar de Spartanen van de week en misschien wel van het jaar. Dat is toch wel eigenlijk iedereen die je eigenaarschap neemt of mag krijgen voor het succes wat we dit jaar pakken met elkaar. Die wil ik eigenlijk benoemen. Als Spartanen van de week en van het jaar. Je maakt hem wel heel erg breed. Horen wij supporters daar dan bij? Of, iedereen. Of wie iedereen, zijn iedereen, die be, iedereen die bij jullie of in de media op zijn momenten of haar momenten het succes claimt. moet iedereen mag het claimen. Ja, en vooral ook, ik hou het daarbij. Heel goed, heel goed. Nou, ik wil het nog, ik ben eigenlijk al fan vanaf het eerste wedstrijd van Joshua Kitulano. Vind ik echt een enorme goede zet van jou, maar eigenlijk van alle scouting. Dat vind ik gewoon een geweldige speler. Ja. En nu ook weer, weet je, hoe hij kan blijven gaan, 120 minuten lang. Minimaal. Ja, ik vind dat echt ongelooflijk goed gescout. En jij bent een beetje bang dat hij weggaat, Ruud. Ja. Ik vrees ook een beetje... Iedere goede Spartaan bang dat hij weggaat. Maar hij... Ja, wij zijn een club die het toch die niet heel rijk is... Dus een beetje goed bot. Hij ligt gelukkig wel heel lang vast. Ja, precies. Dus dat is fijn. Maar ik vind zijn het een clubs geweldig die knippen niet met hun ogen om 10 miljoen neer te leggen. Weet je wel? Dus daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. Maar dat zou het wel een groot verlies zijn. Als je dan Kitulano of Olij of Lauritsen kwijtraakte. Kijk, als wij in elk gesprek met een speler en een zaakwaarnemer, wat we altijd doen voordat we gaan onderhandelen, zeggen van je moet Sparta niet zien als een eindstation. Want dan heb je niet de juiste ambitie. Maar als een tussenstap. In het verder vervolg van je carrière, dan moet je straks ook durven om Joshua los te laten. En dan hoop je dat je hem afzet als club, zoals we dat met Sven ook hebben gedaan, bij een hele mooie club. En dat je die dan kunt volgen. Dumfries is daar misschien ook wel een mooi voorbeeld van, die nu de Champions League finale gaat spelen. Maar dat is ook Sparta. En dat is niet angst, dat is niet bang zijn, dat is gewoon... Durf en lef tonen om jongens ook op een gegeven moment los te laten. Dat ben ik met je eens, maar ik zou het jammer vinden als wij maar één seizoen hebben kunnen genieten van Olij, Lauritsen en Kitulano. Ja. Nee, maar dat snap ik. En dat is aan ons, hè, dat we dit niet een seizoen hebben,
Maar dat wij niet alleen maar die spelersgroep ontwikkelen, maar dat we ook de club ontwikkelen. Dus de hele ontwikkeling van het stadion, van buiten het stadion, heeft ook indirect betrekking op de ontwikkeling van het team. Maar in dat licht is het geweldig dat Koki Saito blijft een jaar. Voor ons echt op de tribune echt smullen, ook nu weer. Maar precies in de weken tussen ons melden van hij blijft en dat filmpje van hij is er echt, kwamen er opeens allerlei bewegingen op gang. Hij moest naar Feyenoord volgens Van Hooijdonk, weet ik het allemaal. Is dat nou nog spannend geweest? Nee. Dat was gewoon met Koki waren we er al 3 weken geleden uit. Dat was klip en klaar. Alleen het papierwerk met ook nog een tijdsverschil. Japan waar zijn zaakwaarnemer zit. De Citigroup, die de connectie heeft met Lommel. Lommel met Sparta, nou, dat is best wel een hell of a job geweest. Dat was ook eigenlijk in de zomer het geval. En in de winter met Arno Verschuren, als we dat nog goed kunnen herinneren, duurde ook behoorlijk lang voordat hij speelgerechtigd was. Ja. Ja. Dus maar dat overhalen van Koki, dat was geen hell of a job, blijkbaar. Nee, dat was geen hell of a job. Koki wil natuurlijk ook door en die ziet natuurlijk ook wel de volgende stap. En dat is aan het eind van zijn carrière niet Sparta, met alle respect voor ons. Zijn plafond ligt hoog, denk ik. Maar de Citigroup in combinatie met Lommel ziet ook wat er nu gebeurt bij ons. En dat het ook heel goed is dat hij nog een keer 34 wedstrijden met hopelijk weer play-offs voor Europees voetbal. Dat hij dat bij ons onder de belt krijgt. Nou, dat is een compliment waard voor ons. Ja. Heb je getwijfeld over het verlengen van de Guzman? Of moest je hem verlengen omdat hij een x-aantal wedstrijden heeft gespeeld? Nou, dat is de technische kant van het contract. Hè. Als hij op een 50% wedstrijden zou komen, zou die automatisch verlenging krijgen. Wij hebben hem bewust zaterdagmiddag, Maurice en ik, nog binnengehaald. Want hij zat geloof ik net onder. En we hebben gezegd van, hey, stoppen daarmee. We willen gewoon jou vol seizoen bij deze groep hebben. Ja. En dat willen we je nu aangeven. Want mooi. Datgene wat jij doet, en dat zien we dus weer niet. Ook buiten dat het zien veld. Niet. Buiten het veld, in de kleedkamer. Hoe hij met alle man bezig is. Het laten wennen aan de Nederlandse cultuur. Want alle man moet echt wel zo af en toe even op zijn tong bijten. Van, hey, die wil zo graag. Ja. En die moet geduld hebben. Nou, daar is types als Jonathan heel belangrijk voor, die dat allemaal hebben meegemaakt, die in het buitenland hebben gezeten. Die nodigen die jongens regelmatig uit om bij hem thuis en bij zijn familie te eten, om dat familiegevoel te hebben, wat heel belangrijk is voor jongens die vanuit Zuid-Europa komen. Koki bijvoorbeeld, ook zo'n jongen die alleen hier is. Ja, dat heeft zoveel waarde. Buiten het feit dat hij gewoon ook nog die waarde vol seizoen in onze beleving heeft op het veld. Ja, mooi. Goed, ik kijk even naar jou. Ga maar door. Ga maar door. Gewoon het draaiboekje volgen. Ja, ik hoef niks. Je kan iets langer blijven zitten. Ja, of je een primeur gaat vertellen. Nee. Nou ja, is het Peter Kolen. Het is lekker dat je kan blijven. Dan gaan we. Hij gaat naar ESPN. Ja, nee, ook al, niet. Bij Sinclair. Net verlengd en naar ESPN. Nee. Dat zou. Dan moeten we heel veel geld zijn. Hè? Maar iedereen is te koop. Dus ook Ruud is te koop. Ja, alleen dan moet wel geweldig als wij daarbij zouden zijn. Manfred, hè, vind je niet? Dat zou maar geweldig zijn. Dat lijkt me wel, ja. Maar deze podcast blijft gewoon bij Rijnmond, hoor. Die gaat niet naar ESPN. Wat zit er in die gleuf? Tijd voor vragen. Voor Manfred komen ook allerlei vragen binnen natuurlijk. Dit is wel een goede Twitternaam. Samson Gezouten. Ja. Kunnen nieuwe inkomsten geherinvesteerd worden in nieuwe spelers? Wordt er gekeken in duurdere categorie spelers? Ook handig voor jou om te weten, Gerard. Ja, stijgt het spelersbudget? Ik ben heel benieuwd naar het antwoord. Stijgt het spelersbudget? Nou, ik denk dat wij afgelopen winter, Gerard haalde het juist al even aan, denk ik, een goede zet hebben gedaan met de verkoop van Mijnons op het juiste moment tegen de juiste prijs. Dat zorgt voor een stukje comfort deze zomer. Dus met de contracten die we hebben, met de hoogte die we uit die contracten zouden kunnen halen, daar zijn we heel kritisch op, wat wel en wat niet. Zou het geld, of kan het geld opnieuw geïnvesteerd worden? Buiten het feit dat het spelersbudget neemt sowieso weer een groei met minimaal €300.000. Kijk, kan je die alvast uitgeven? Ga je van naar? Dan ga je van in de lijn die wij hebben gehad. We zijn ooit met 3,9 begonnen. Als je daar het aantal jaar Eredivisie maal €300.000 bij optelt, dan kom je voor dit seizoen uit op 5,5. Waarin die 5,5 de afspraak is. En als we op het laatste moment nog wat kunnen doen, nou, dan of een interessante speler voorbij komt, dan staan we daar altijd voor open. Want daar hebben we dit seizoen hebben we dat ook gedaan.
Maar wel belangrijk, dat wil ik dan nog wel even noemen, is dat ik ben zeker van het herinvesteren van geld. Onze eerste selectie, het eerste elftal, is het allerbelangrijkste. Daar zijn we dag en nacht mee bezig. Maar daarnaast, buiten elftalontwikkeling, moeten we ook een clubontwikkeling met elkaar doormaken. Dat is iets wat we de afgelopen jaren hebben gedaan. En dat zorgt er ook voor dat we vandaag de dag staan waar we als club vandaag de dag ook staan. Mooi. Toch weer een vraag voor jou, Gerard. Van Jeffrey, staat Sparta op pole position om Kevin Strootman terug te halen? Je hebt met hem al gesproken, begreep ik. Sparta, als je vanuit Sparta spreekt, willen we graag op pole position staan. Ja. Om Kevin Strootman terug te halen. En hebben wij ook voor de wedstrijd tegen Feyenoord samen een gesprek mee gehad. En dat was samen als jullie twee? Ja, samen met Kevin, dus met z'n drieën. En dat was op zich een heel goed gesprek. Daar hebben we het plan gepresenteerd, hoe wij hem zien als speler. Okay. En ook een doorkijk naar de toekomst. Ja, het is aan Kevin wanneer hij besluit om weer thuis te komen. Zeg het maar zo. En van ons liefst eergisteren. Maar wij moeten daar gewoon geduld mee hebben. Dat heeft hij toen in dat gesprek ook aangegeven. En wij geven hem die tijd. Want als we Kevin kunnen toevoegen aan onze selectie, dan gaan we dat zeker doen. Maar jij volgt dat op de voet. Hij is gepromoveerd naar de Serie A met Genoa. Maar zijn contract is afgelopen. Hij is transfervrij nu. Ja. Dus hij hoeft niets te kosten aan transfersom. Ja. Hij moet nu de keuze maken, tekent hij bij Genoa of ergens anders, toch? Dat is. Ik denk dat dat en wat is nou de laatste stap? Ik weet niet precies hoe het bij Genoa zit, hè, of ze met hem in gesprek zijn. Ik denk een beetje doorkijken dat hij een leeftijd heeft bereikt dat hij zelf bepaalt, uiteraard. En ook dat aan de club heeft aangegeven, ik heb tijd nodig. Wordt het nog een jaar Genoa op Serie A niveau of gaat hij, zoals ik het noem, thuiskomen? En dan maken wij gewoon een hele goede kans, denk ik. En heb je hem dan echt al een aanbieding gedaan? Is dat er in dat plan ook met Rappen? Nee, je moet daarin, hetzelfde zoals we met Jonathan hebben aangepakt. Met dat soort jongens moet je niet te eager zijn. En als een schooljongetje van ook, zowel vast een aanbieding doen. Tijd geven, rust geven. Gaat als niet echt komt, om geld natuurlijk. Als het komt, komt het. Ja. En als het niet, zal hij nog een jaar in Genoa blijven. En dan zal het aan de situatie, Sparta en de toekomst voor Kevin, nog in de eindfase van zijn carrière bij Sparta, niet zoveel veranderen. Maar je gevoel is gewoon of Genoa of Sparta, niet een andere club. Dat is ons gevoel. Zou die niet naar de Zandbak kunnen? Dat denk ik kan wel. Iedereen heen. Daar is een hoop geld, hè? Dan kunnen wij echt wel achteraan aansluiten natuurlijk. Ja, wat wil je? Benzema, 600 miljoen, hè, geloof ik. In anderhalf jaar tijd gaat hij daar meer verdienen dan in 14 jaar Real Madrid. Ja. Dus dat zijn een beetje de bedragen. Ja. Is er wel plek voor hem op het middenveld trouwens? Want dat middenveld is echt aardig breed. Daar wel, zeg ik met de knipoog. Nou ja, ik kijk daar ook natuurlijk naar jongens die dan dit seizoen als invaller veel werden gebruikt. Clement komt erbij. Clement komt erbij en er komt waarschijnlijk nog wel een jongen bij. Kijk eens naar Van Mullum. Die heeft een aantal keren goed ingevallen. Maar die is nu ook wel toe om meer basis te spelen. Ja. Daarin kun je bijvoorbeeld zeggen van, hey, zou het voor hem niet goed zijn om hem elders te stallen, zodat hij een volledig seizoen kan spelen. Verkoop of verhuur? Dan denk je aan verhuur. Ja. We zien zeker nog toekomst in Jeremy. Mike, groeten vanuit het zonnige Spanje. Nou, volgens mij is het daar helemaal niet zo lekker weer momenteel. Maar gelukkig waar Mike zit wel. Weet je dat Kees de Boer naar Sparta wilt? Van VVV? Ja, er willen zoveel spelers nee, ja, naar prima. Sparta. Heel goed. Nee, maar even dat Mike het even door heeft gegeven. Ik denk dat heel veel VVV wil naar Sparta. Dank je wel voor de tip. Ik zal het aan de scouting van Sparta doorgeven. Wie wordt het wie was dat ook alweer? Is dat Jesper Gudde? Of ja, zoiets. Wat we hier op? Ja. Rick van der Meer. Ze hebben er allemaal. Ron van den Berg. Ook nog eens. Dus analisten voor ons ook aankomende morgen. Dus op de radio. Donderdag, ja. Aankomende donderdag. Bart wil graag weten, wie wordt de trainer van Jong Sparta? Dat weten we nog niet. Wij hebben natuurlijk Geert uitgeleide gedaan vorige week. Ja, wij ook. Ja. Mooie uitzending, moet ik zeggen. Vijf jaar bij de club geweest. Ik denk dat het ook het juiste moment daar was om elkaar los te laten. Kon niet doorgroeien binnen de club. Krijgt een geweldige kans bij RKC. Moet hij met beide handen aangrijpen. Dat vind je van Adil waarschijnlijk ook, dat hij het moet ja, doen? Beide. Ja, beide. Dat gunnen we beide heren. Daar kon ik Adil binnen de jeugdopleiding van Sparta niet bieden. Ook niet gezien zijn opleidingniveau. Qua coaching dan. En we zijn op dit moment in gesprek met een drietal kandidaten om die positie weer in te vullen. Kijk, bij Jong is niet alleen maar kijken naar het niveau waarop je speelt. Tweede divisie, echt toch wel seniorenvoetbal.
Maar je moet ook kijken naar de individuele doorstroom van spelers. Dus het is best wel een profiel waarin je aan de ene kant kijkt van presteren. We moeten op dit niveau blijven spelen, want het geeft ons heel veel. Maar ook met een jeugdpet op van doorstroming van talenten naar het eerste elftal. Ja. Is Jeff Stans een van die drie namen? Jeff Stans heeft een uitstekende stage gelopen bij ons. En ik ben heel open en transparant. Oh man. Eén van de drie. Jeff is één van. Ja. Wat wij zeggen, vorige week kwam het. Vorige week kwamen we wel tot de conclusie dat het gat tussen jong en één echt groot is. Dus de ambitie zou moeten zijn dat het ons lukt om dat gat wat kleiner te maken. Ja, dat was weer even dat momentje op mijn fiets dat ik even... Ben je weer afgestapt? Afgestapt. Ik zei van, laat ik even een flinke ferme slok water nemen. Lang hè, die gordel weg. Ja. Nou kijk, het is alleen maar positiviteit wat we hebben dit seizoen. Maar een klein nadeeltje of een grotere uitdaging wordt het voor onze jonge talenten om aan te laten sluiten bij één. Ik geloof dat jij dat ook van aangaf en daar ben ik het helemaal mee eens. De fases dat je terug moet in budget of je moet terug naar een niveau lager, dan krijgen dat soort spelers sneller een kans. Toptalenten niet. Die laten zich niet tegenhouden door op wat voor situatie je dan ook bent als club. Maar die jongens die er net onder zitten en die ervaring nodig hebben, daarom is die tweede divisie zo belangrijk voor ons. Ja, die hebben soms wat meer tijd nodig. En dat heeft te maken met de prestaties van het eerste elftal op dit moment. Zo simpel is het. Vraagje van Gino. Ja, mag ik daar in de verlengde Anton Slot opmerking aan toevoegen dan? Heb je dan nog wel, ook omdat het niveau hoger wordt, die samenwerking met Ajax nodig? Heb je die 3 ton nodig? Moet ik aan hem vragen? Heb je dat sportief nodig? Of wil je er sportief vanaf, moet ik zeggen? Je wilde hem uitbreiden. Wil ik aan jou vragen? Want hoe zit dat? Kunnen wij zeggen, joh, Ajax bedankt, maar we hebben het niet meer nodig? Nou, dat vind ik... Ik denk dat hij, volgens mij hebben we wel een aantal keer gezegd, als het gaat over de samenwerking met de Ajax, dat het geldbedrag niet op 1 staat. Volgens mij staat op 1 de inperking van het aantal jeugdspelers dat zij bij ons weg kunnen halen. Anders is dat ongelimiteerd. Nu is dat gelimiteerd, dat is 1. En als tweede brengen zij een enorm breed scoutingsnetwerk in, buiten de uitstraling. Hij zei terecht, je bent nu interessanter als club omdat je hoger speelt. Dus is het voor spelers aantrekkelijker om te blijven. Dus dat gevaar is gewoon minder. Dus als Ajax komt, precies. Dan kunnen we volgend jaar weer 6e of misschien 5e worden. Maar dan gaat de speler naar Ajax. Ja. Biedt zoveel meer mogelijkheden om daarna terug te stromen naar Sparta. Dan dat je vanuit Sparta naar Ajax... Dus jullie willen graag door met deze samenwerking. En jullie willen uitbreiden. Nou, vorige keer zei je uitbreiden. Ja. Buiten de feiten van de directie die daar zat en de verantwoordelijke mensen binnen Ajax, heb ik echt het gevoel met de nieuwe mensen die daar zitten, dat we echt die volgende stap kunnen maken. Met betrekking tot ook aan de bovenkant kijken. Of wie we daar zitten kunnen daar samen. Dan? Maar heb je die missie Jot al gesproken? Die heb je al gesproken? Ja, die heb ik verschillende keren nu gesproken. Die heb je al, dat gaat snel dan. En die was gelijk op de hoogte van de ins en outs van deze samenwerking. En ook aangeven dat we ook graag aan de bovenkant met elkaar willen samenwerken. Dat Ajax ze willen bij Sparta ons, kan ze willen gebruiken. Bij ons huren. Ja. Nicolai. Nee, ze mogen er maximaal 3 huren. Maar waarin wij een speler of 2 misschien wel kunnen huren van Ajax. Okay. Om speelminuten te geven. Om vervolgens weer door. Dus de Shireni Sambo variant. Ja. Vraag je dus nu van Gino. Kun je meer duidelijkheid geven over dit? Was toch Manfred? Ja. We hadden van tevoren al afgesproken dat jij druk zou krijgen. Ja, heel goed. Ik heb een paar voor Manfred. Oh. Top. Kan je meer duidelijkheid geven over het oefenprogramma? En dan met name, weet je nog, bij dat Groot-Witte Mannen-diner zat je ons een beetje lekker te maken met die buitenlandse oefenwedstrijd. Ja, dat is niet nodig, we gaan Europa in. Zo is het. Dat heeft daarmee te maken, als dat zou lukken, maar ook in de fase waarin we zitten. Wij waren met een aantal clubs in Engeland in gesprek die graag tegen ons wilden spelen, ons ook hadden uitgenodigd. Maar het gaat ons gewoon niet lukken en die clubs kunnen niet zo lang wachten. Nee. Dus die moesten dat vastleggen. Dat is 1, dus helaas geen buitenlands club tot nu toe. Misschien nog wel een buitenlandse club die Nederland gaat bezoeken. We weten nu zeker dat we op 3 juli gaan beginnen. Dus een weekje later. Dat heeft te maken met 11 juni natuurlijk, dat we de laatste wedstrijd spelen. 5 augustus hebben we de open dag. Zijn we nog op zoek naar een wedstrijd. Maar gaan wij Europa in, dan betekent dat we 27 juli alweer klaar moeten staan. Ja. Voor de eerste wedstrijd van de voorronde van de play-offs. Van de conference. Ja, precies. Hey, we doen 5 augustus op het kasteel de Louis van Gaal bokaal. Sparta FC Antwerpen.
Dit schud je er zo uit de mouw. Schud ik zo uit de mouw. Ja, oké, dan weten we dat. Nou ja, vanuit Louis van Gaal. Vanuit beide clubs gespeeld. Dus ja. Ja, vanuit sportieve zou dat fantastisch zijn. Maar ik weet dat als we dat voorleggen bij Wesley, dan zal hij gelijk zeggen, wat gaat politie, gemeente, burgemeester... Er wordt hij niks wat zeggen. En dat, ook, en dat gaat een hele lastige worden. Wordt lastig. Maar wat voor club kan dan wel komen? Een club die zonder supporters komt. Vorig jaar Club Brugge toch een tijdje geleden. Huh? Vorig jaar was Emmen, geloof ik. Ja, een club die zonder supporters komt dus. Dat moet het zijn. Nou, Pek Zwolle. Geen enkel probleem met supporters. Hele familiaire liefde. Jij weer in tranen vanwege de schoon. Ga ik weer terug? Ja. Ja. Mag ik hem dan uitreiken? Ja. Ja. Dat had ik nodig. Gerard Nijkamp bokaal. Ja. Ja. Een paar jaar geleden met een kleine lucht, sorry. Ja. Ja, precies. Duidelijk. Oh, nu even een beetje van dezelfde Gino voor Manfred. Allereerst bedankt Manfred. Er komen een beetje een andere categorie soort vragen. Ik zit me even te verontschuldigen, want dit is niet misschien de meest inhoudelijke vraag. Maar bedankt Manfred voor het wijzen op de saus in mijn baard van afgelopen zondag. Oh ja. Dat ging over het broodje pulled pork. Waardoor heel, je weet over wie het gaat? Ja, nee, ik weet. Ik liep door de gracht heen en er kwam van de uitreiking van een Delsblauw bord af, vooraf. Oh, ja. En toen was er iemand zo'n heerlijk broodje aan het eten. En hij was aan het lachen, maar er zat zo'n klodder in zo'n baard. Toen zei ik, vriend, ik zeg eventjes, want dit kan niet. Daar werd ik hartelijk voor bedankt. Nou. Dus ik weet nu wie het is. Nou, heel goed. Anton, moeten wij niet naar onze vele kritiekmomenten op de catering? Is niet tijd nu ook voor een compliment? Ho. Je weet niet wat er gaat komen hier. Misschien komt er iets. Want heel veel mensen zeggen, het broodje pulled pork is goed, ander niet. Christa zegt, €4 voor een stroopwafel vind ik iets te gortig. Chris, jouw goede vriend, die is boos omdat er geen frikandellen worden verkocht meer in het kasteel. Ben jij zelf. Nou ja, dat kan ik ook wel. Ik hou enorm van een frikandel. Kan je enorme winst op maken? Inkoop is namelijk 22 cent per frikandel. Weet ik alles van. Je moet ook geen vegetariër zijn op het kasteel. Nee, broodje Unox terug alsjeblieft. Ja. King of the Castle, maar eigenlijk waar het om gaat. En dat is een goede vraag van André. Waarom zijn er zo weinig eetgelegenheden buiten het stadion? Het is nu stampvol bij Floria. Kun je wat cafés openen? Dit zijn gemiste inkomsten. Nee, maar vroeger stonden de frietkamers. Ja, die frietkamers. Maar ik weet niet of dat Sparta dat organiseerde. Ik weet dat. Ik heb Peter van der Zwan van de supportersvereniging erover gesproken afgelopen zondag. Jullie zijn ermee bezig? Ja, we zijn ermee bezig. Want buiten het feit dat we in eerste instantie in ons stadion de catering op orde moeten hebben. Nou, dat zijn we naar mijn beleving zeker op weg. Zeker ook alle complimenten en het lekkere broodje wat deze meneer, Mike heet niet, aan het eten was. Gino aan het eten was. Maar daarnaast zijn we ook zeker aan het kijken om buiten het stadion ook wat cateringpunten te realiseren. Alleen, ja, dat is geen makkelijke, omdat we daar een vergunning voor moeten krijgen. Dat loopt ook al enige tijd. En die vergunning die is nog steeds niet afgegeven. Dus dat is een aandachtspunt, maar hebben we niet zomaar geregeld. Maar geef eens antwoord op mijn vraag. Ja. Is het beter? Het is veel beter. Dus een compliment zou nu op zijn plek zijn? Ja, absoluut. Wat is er beter dan, Anton? De snelheid ervan. Ja? Je zou eens moeten kijken op de Dennis Neville, maar je hebt allerlei verschillende loketjes nu. Er zit zelfs een winkeltje op de Dennis Neville. Nou goed, dat is toch geen eten en drinken, maar het is echt ver vooruit gegaan. Maar het heeft echt stappen gezet. Ik zat in het hoofdgebouw aan de Turkse pizza, dat smaakte me ook wel op. Ja, €7, lekker. Was lekker. En het eten voor de pers was ook goed geregeld. Ja, de mensen misschien niet zo heel veel mee te schaften in dit geval letterlijk. Maar lekker satéetje en zo was allemaal goed geregeld. Maar het gekke is, ik heb dus zo'n rondleiding gehad achter de schermen. Het moet allemaal met heel weinig mogelijkheden. Ja. Het kasteel, en dat is wel knap. Het kraakt allemaal een beetje. Het blijft Sparta natuurlijk. Het blijft Sparta. Nou, het moet gewoon uitgebreid worden. Maar nou ja, volgens mij komen kroketten en frikandellen bijvoorbeeld echt uit het kasteel. Nou, frikandellen uit niet. Uit het restaurant. Ja, die frikandellen niet. Ja, dat hoef ik ook niet. Maar ik heb wel zin in die gratis kroketten na aankomende zondag. Als er Europees voetbal is. Nou, daar zegt hij wat. We kunnen dus niet gezellig op het veld kijken. Want het gras is heilig natuurlijk. Dus dat is ons door de neus geboord, helaas. Er komt ook geen scherm. Maar we kunnen misschien het hoofdgebouw. Je hebt er een hoop voor teruggekregen, denk ik. Zo, geweldig, hè? Dat kunstgras, dat voelt toch als een eeuw geleden, of niet? Ja. Alsof dat een andere tijd is. Een oud boekje van mij of zo, weet je wel. Mooi. Ik wil even die vraag afmaken. Marco vraagt, komt de derde tenue terug? Dat zwarte shirt, want het is uitverkocht. En, of dat terugkomt? Nou, ik denk dat we dat afgelopen seizoen hebben we dat geïntroduceerd. Het is heel succesvol geweest. En dat is een eenmalige editie geweest. We weten nog niks van die shirts, hè? Wat zei je? We weten nog niks. Van de uitshirt ook niet. Hoe dat eruit volgend ziet. Volgend seizoen. Bij iedere ploeg lekt het uit nu. Maar we maken het nog steeds. Dat nou, man? Nee. Ga je de kop in de bocht. Dit is voor supporters heel erg belangrijk. Ja, natuurlijk is de zomervakantie begint bijna. Twee weken nog, geloof ik. Hij moet naar de camping. Dit is voor supporters heel belangrijk, maar toch niet op dit moment. Nee, maar hij zit er niet elke week. Nee, maar dus op dit moment, we zijn nog volop in de race met Twente. Waar kan mij dat shirt van volgend seizoen schrijven? Nou, ieder nieuwtje van Sparta wordt gevreten. Doen we nu, volgende maand wel. Okay. Maar dan hebben we geen podcast, Ruud. Maar welke kleuren worden het, weet je?
Dat is een goede bewaring bij Dave van der Meer en de fanshop. En dat gaan we op termijn keurig bekendmaken. Maar ik ben het eens met Ruud. Laten we nu in eerste instantie de focus hebben op het voetballen. Kunnen we na afloop een DVD kopen met alle hoogtepunten? Dat is vroeger. Zo, die hebben we DVD vroeger hebben we die gehad. Dan ook een DVD-speler erbij. Ja. Ja. En een CD-rommetje. Ja. Ik denk dat we wel zeker wel voor een filmpje gaan. Maar ik weet niet of we dat op een DVD gaan branden. Oké, en de laatste vraag is van trouwe luisteraar Ton Zandboer. Maken jullie wel eens fouten? Wij nooit, maar jullie misschien wel. Gekke vraag. Tjoh. Hebben jullie dit seizoen een foutje gemaakt dat je denkt van nou, hadden we misschien anders moeten doen? Of komt er niks in je op? Meer vragen voor mij, Nans. Ik gooi hem. Waarop wordt die gebouwd? Of waarop doe je die veronderstelling? Er was een zonder vraagteken achter. Het is een ingezonde vraag van Ruud. Ik vind dat wij een heel goed bedrag voor Mijnons hebben ontvangen. Zeker in de positie waar we op dat moment zaten. En dat betekent gewoon dat we nog 15 maanden een contract hadden met hem. Er één club daadwerkelijk concrete interesse heeft getoond. En daarop hebben we stevige onderhandelingen, maar wel nette onderhandelingen gevoerd. En is dit eruit gekomen? En als ik dat vergelijk met andere bedragen in het verleden, dan denk ik dat we daar meer dan goed of een goed bedrag voor hebben ontvangen. We hebben nu tenminste contracten afgesloten afgelopen zomer, waar wij veel meer in de regie zijn dan dat we in het contract van Sven en Mijnans waren. Dus op basis van salaris was dit een prima transfersom. En ik, voor jou zou ik zeggen, we hadden een betere vervanger voor Lauritsen moeten hebben. Nee. Melkers is niet goed genoeg. Nee, dat is dus wat ik in het begin zeg. Van op het moment dat jongens op een bank zitten, minder kansen krijgen omdat een trainer een speler laat staan, wil niet zeggen dat die jongen mislukt is. Wel mislukt is in tijd, maar niet in zijn kwaliteiten, wat hij had kunnen laten zien. Maar ja, dan moet hij wel zichzelf kunnen laten zien. Maar het feit dat je Koki in de spits zet, Koki Saito, in plaats van Melkersen, op het moment dat Lauritsen eruit gaat. Ja. Ja. Dat is veel zeggen, toch? Ja. Ja, ja, ja. Ja. Maar dat is de visie die ik heb op hoe mensen verantwoordelijk en eindverantwoordelijk zijn. Alles wat er binnen de lijnen gebeurt, is voor die trainer. En dat is dus voor Maurice. En daar is Maurice voor aangesteld. Daarin krijgt hij ook een groep wat we samen hebben geformeerd. Ja, en ik ga niet daar steeds zeggen van, hey, waarom doen we dit, waarom doen we dat? Nee, Melkers dat niet. Maar als hij een spits op de bank had zitten die er al 7 gemaakt had, dan had hij die ingezet, hoor, weet ik zeker. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat hij met Koki, die goed nog in de wedstrijd zat, om die te laten staan en om dan een andere wissel te laten plaatsvinden, om daarin wat meer de balans te krijgen. Dus dat zijn de keuzes die trainers moeten maken. Kunnen we alles van vinden? Ik kijk ook naar die wedstrijd. Ik zie ook dingen. Ik bespreek dat met een technische staf. Soms loop ik in de rust ook nog wel even naar beneden. Om dat met elkaar te delen. Maar ik vind echt dat niet alleen ik, maar de clubs dat bij een trainer moeten laten. En ook die verantwoordelijkheid daar moeten laten. Voordat we naar Twente Sparta gaan. Ik Sparta even, Anton, niet iets nog. Nee, wacht even. Fouten? Ja, was ik de enige? Waren dit de enige? Fouten? Nee, ik heb wel vragen. Ja, nou, dat wil ik dus zeggen. Dus voordat we naar die wedstrijd tegen Twente gaan, wilde ik jou de mogelijkheid geven om je blaadje nog voor te lezen met vragen. Dus aan jou, Manfred. Er is een onderzoek gaande waarbij er wordt gekeken naar vingerafdrukken. Supporters zouden vingerafdrukken moeten laten zien om naar binnen te komen. Biometrische toegang. Dat lijkt mij heel, heel, heel erg ver gaan. Wat vind jij daarvan? Het is een pilot die op dit moment draait, omdat ze gezien het feit wat de afgelopen jaren sinds corona allemaal gebeurt in de stadions, dat ze beter geïdentificeerd willen krijgen wie nu daadwerkelijk in dat stadion is en wie niet. Met seizoenskaart is dat anders, want die kun je heel makkelijk overdragen naar een andere persoon. Dit is een middel daartoe. En als je mij gaat vragen, gaat het een daadwerkelijke vlucht krijgen? Ik denk het niet alleen, maar ik weet het ook, dat die vrij lastig is. Omdat, en dat heeft alles te maken met de wet op de privacy en dit soort beperkingen daarin. Dus misschien is het iets voor de toekomst. Op dit moment zijn we er niet heel erg actueel mee bezig. Ja, de pilots die lopen wel, maar niet als Sparta zijnde. Heb je er nog één? Nou ja, als je terugleest wat er dit jaar allemaal is gebeurd, het is zoveel, maar ik ben dus terug gaan duiken, dan is het dieptepunt toch wel de gewonde supporter van Twente, hè, die in het ziekenhuis belandde even. En het is natuurlijk heel teleurstellend dat we niet weten wie dat gedaan heeft. Hoe is het daarmee?
Nou, dat onderzoek loopt, want dat volgen we wel. We worden niet geïnformeerd. Ook daar heb je weer te maken met de wet privacy. Dat loopt en wij hopen van harte dat deze persoon uiteindelijk gevonden wordt. En dat we hem zijn straf ook uit kunnen delen. Ja. Het is wel zo dat de sfeer met Twente, ik weet niet of dat op jouw niveau ook zo is, maar die lijkt niet zo heel goed meer nu. Het gehannes met kaarten. De eerste rijen moeten leeg blijven, want er zou misschien bier op het veld terugkomen. Dat is in het uitvak bij Twente, maar dat geldt niet alleen voor Sparta. Dat geldt volgens mij ook voor alle andere clubs. Dat was bij Heerenveen ook al zo. Precies. Ja. Dat is wel een tegenvaller. Ja, dat is een tegenvaller, maar daar kan Sparta niet zoveel aan doen. Nee. Dat is meer omdat Twente die maatregel treft. Nou ja, Twente legt ook een beperking op, maar die doet het naar alle clubs. En dat betekent dat het uitvak geen 1200, maar 910 plaatsen mag zijn. Het bezoek bij Twente aan Sparta, dat heeft te maken met de eerste wedstrijd, dat heb ik zojuist al genoemd. Ja. Waarin zij zich gewoon niet gedragen hebben in ons stadion. En op basis daarvan hebben we beperkingen opgelegd. De glazen bol. Gaan we met veel vertrouwen die playoff-finale in? Dat wel. Alleen, ik hoop natuurlijk op van alles. Ik hoop op 3-0 en 0-3. Maar ik denk niet dat we het gaan redden. Nee, maar ik hoop het natuurlijk vanuit. Ik ben er ook een beetje bang voor. Maar ik vind Twente op dit moment heel erg goed. Wij zijn toch niet te verslaan? Ik hoop dat je gelijk hebt. Dat zie je toch? Ik hoop dat je gelijk hebt. De verbeterheid van onze ploeg. Utrecht heeft gewonnen, hè, afgelopen jaar. Ja, maar we knakten wel, hè, 10 minuten voor het einde. En een minuut of 5 na dat knakken ging de rug weer recht. Dat zegt echt iets. Maar stel dat ik jou zeg, je moet €500 zetten op. Ik zet dat op Sparta nu. Ja, echt? Ja. Ik denk dat Sparta Nu zo ver is, blakend van zelfvertrouwen, zo solide, zo met elkaar ook. En als dat niet zo is, dan is het toch een geweldig seizoen geweest. Dat sowieso. Ja. Deze halve finale was zo mooi. Na de halve finale tegen Feyenoord in 95-96 kwamen de shirts. De halve finale was de finale, punt. Ja, om aan te geven dat mooi was. Ik begrijp het, maar daar ben ik niet zo van. Maar, maar dit was mooi. Het is prachtig, toch? Dus gaan we voorspellen. Ik heb de tussenstand eigenlijk helemaal niet om mijn lijstje. Ik sta voor. Staan. Ja, je staat bovenaan. Denk ik. Ja. Als je zo doet, dan sta je bovenaan. Ja. Omdraaien. Fascinant achter, maar... Gaat de directie mee voorspellen? Vorige keer wel, hè? Of, ja, die gaat toch alleen maar zeggen dat we het redden. Ja, allebei. Zeker. Nou, Ruud? Ja, ik hoop dat we winnen. Dat heb je net ook gezegd. Ik denk dat het 1-1 wordt op Kasteel en dat we een kleine nederlaag leiden in Enschede. Dat we met opgeheven hoofd daar weggaan. Maar mijn hart zegt natuurlijk morgen winnen en gelijk spelen in Enschede. Dat is mijn hart. Ik ga met jou mee. Ik denk hetzelfde. Anton, nu even jij. Even voor alle positiviteit. Thuis 3-1 en uit 0-2. Huppa. En dan gaan we met z'n allen het hoofdgebouw in, toch? Zeg je dat nou ook omdat je dat echt denkt? Omdat je denk ik ook geen gezeik... Ik zeg dat omdat je van binnen zo'n gevoel krijgt van als het gebeurt. Of heb je geen zin in gezeik morgen op de Dennis Neville tribune? Nee. Dat zie je daarop aanspreken. Nee, dat is wel, we worden wel aangesproken. Wij hebben met elkaar iets voor elkaar gekregen bij Sparta. Ja. Jij en ik, we hoeven ons hoofd maar te laten zien in het stadion. Het gaat nergens anders meer over dan over de podcast. Ja, maar dat is ook wel weer leuk. Ja, hartstikke leuk. Hij stond vlak voor de penalties te begonnen nog uit te leggen waarom het bij Rijnmond zo vaak over Feyenoord gaat. Hè? Ja. Zo. Nee, echt leuk. Zeg, vind je het goed dat ik ga kijken? Maar zoveel mensen die mij ook hebben gefeliciteerd met de geboorte van Julie. Dus allemaal mensen die kijken. Jij ook, Manfred. Dat vond ik ook heel tof aan jou. Heel leuk aan jou, Gerard. Weet je, we zien elkaar. We hadden elkaar tijd niet gezien. En ik zeg, joh, veel plezier. En jij zegt, nee joh, gefeliciteerd met je dochter. Ja, dat vind ik leuk. En ook al die mensen die hebben gekeken en geluisterd. Dat is meer dan voetbal. Dat vind ik mooi. Dat vind ik leuk. Alle positieve reacties. Wat is het scenario als Sparta het haalt? Wat gaat er dan gebeuren? Hebben jullie een draaiboek al liggen? Niet jinxen. Mag dat niet? Maar ik wil het wel weten. Dat sluit ik me toch wel aan bij Ruud. Dat vind ik lastig om daar nu al op vooruit te kijken. Er komt zondag geen scherm op het kasteel? Nee. Dat gaan we niet doen. Dat vind ik ook niet meer dan normaal. In totaal kunnen 1000 mensen ongeveer afreizen naar Twente. Dat is heel ander verhaal dan Heracles uit, waar niemand die mogelijkheid had. En laten we alsjeblieft gewoon eerst die wedstrijden gaan spelen. Donderdag en daarna zondag. En afhankelijk van de uitkomst gaan we kijken of daar nog wat plaats moet vinden. Of ga je zondag? Nee. Nee? Ik kijk thuis, ja. Ik heb ook een party thuis en daar verheug ik me echt heel erg op. Sparta-feest. Ja, met z'n allen gewoon gezin en familie, gewoon met z'n allen te kijken. Geweldig. Maar we gaan wel naar een parkeerplaats, sowieso. Als dat trouwens. Als nee, dat, sowieso. Als dat, ga je ook als er wordt verloren? Tuurlijk.
Ja, maar kijken wat ze gepresteerd hebben. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Ja, denk je dat het... het is de laatste. Ja, ik weet niet wat anderen doen, maar ik wel. Ja. Jij gaat ook naar de parkeerplaats. Ja, even delen. Of dat nou vrolijkheid is of verdriet. Maar toch? Is dat, mag dat? Nee, hebben jullie daar rekening mee gehouden dat er misschien wel supporters zoals deze twee mannen naar de parkeerplaats komen rond een uurtje of 7, 8? Kijk, wij hebben volgens mij in het verleden ook al een aantal keer aangetoond dat wij wel met meerdere scenario's rekening houden. We vinden het heel lastig om op die scenario's al voor te borduren, zeker nog als er nog sportief nog gespeeld moet worden. Dus ik ben daar gewoon heel erg terughoudend in. Maar natuurlijk bereiden wij ons voor op scenario's. En laten we in eerste instantie maar gewoon de wedstrijden spelen. Kijk, bij Twente luisteren ze nu naar alles wat wij zeggen. De focus ligt echt op Sparta, niet op een lekkere manier. Dus als hij zou zeggen, de bloemen staan klaar, dan wordt het daaruit gekeerd. Nee, moet je gewoon niet doen. Dat is het perfecte antwoord. Gewoon kalm blijven, maar we gaan wel naar de parkeerplaats. Mooi. Ja. Zitten we aan het eind van deze podcast. Gerard moet nog zijn mening geven. Ja, wat denk je, Gerard, dat het 0-2 en 2-0 wordt? Nee, toch? Nou, als je nu kijkt in het Twentse, dan denken ze van dit wordt gewoon een appeltje eitje. Ik hoorde zelfs bij RTVO's de afgelopen maandag dat ze met 8 man nog van ons gaan winnen. Nou, zo dan? Laten wij daar gebruik van maken. Wij zijn super taai, zowel in thuiswedstrijden als in uitwedstrijden, om van ons te winnen. En dat moet Twente eerst nog maar eens even voor elkaar zien te krijgen. Ik heb er best wel een. Toch is dat ook gek. Ik begin dat gevoel wat te krijgen. Maar dat zei toch geen. Dus dat zei toch niet iemand van Twente van met 8 man. Dat zal toch wel een soort van. Ja. Zijn iemand Anton Slotboom-achtige figuur van de NFL zijn. Ja, dat kan niet. De bed van lossers van deze wereld. Er waren spelers van Utrecht die na de eerste wedstrijd ook zeiden van we rollen ze op. Ja. Op dit moment van de streek had het gezegd. Op dit moment is Twente echt aan het zweven. Ja, de onderschatting ligt om de hoek. Ze hebben natuurlijk een hoofdtrainer die daar ook heel goed nog zijn extra stempel op kan drukken. Laten we daar nou goed gebruik van maken. Het is super lastig om van ons te winnen. Hebben we nog tijd voor één vraag? Ja, ik wel. Als we denken aan Twente uit de competitiewedstrijd, heb je een Jeroen Rijsdijk die bal van de lijn plukte. Hè? Van de zijlijn, die bal was nog eigenlijk in het spel. Oftewel, hij was een boefje. Dat was 3-3. Kenneth Perez, die zei, nou, Sparta is mooi, maar de staf, die gedragen zich als idioten. Wat vind jij daar nou van? Jij bent de baas van die staf. Nee, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Dat wordt echt zo overtrokken. Anton, ga eens 3 meter een hele wedstrijd achter de staf zitten, wat daar allemaal gebeurt. En het grootste deel is het spel. En dat wordt niet gevloekt, daar wordt echt wel zo af en toe de grenzen opgezocht. Dat is wederzijds, maar dat is altijd respect. Ik vind hoe dat nu is gegaan met Utrecht na de laatste thuiswedstrijd. Hoe we nu de 2 wedstrijden met vol respect elkaar hebben benaderd. Zowel in het veld als buiten het veld. Was echt goed. Maar wat Kenneth dan zegt daarover, ik ben daar absoluut niet mee eens. Ook een beetje rare mening, hè, van iemand die één keer bij Sparta is. Ja, niet vaak. Maar vooral dat. Hè, ja. Dus ja, één keer iets zien, één keer iets opnemen en dan dit was het weekend, groot uitlichten. Ik denk van ja, kom op. Ja. En we kregen warme, even toch nog even laatste wedstrijd. Als we het dan hebben over staf, kregen de warme felicitaties na afloop van Alexander Rankovic. Ja, absoluut. Dus dat vond ik heel erg prettig. En dat meende hij ook. Ja. Ja, absoluut. Als we straks, jij gaat op vakantie, straks eventjes een weekje ertussenuit. Een boek lezen. Centerparks. Yeah. Ken jij mijn vrouw nog niet? Ik heb wel. Ja, jij wel. Ja, jij moet niet gelijk zeggen, nou Ruud. Nee. Lisa gaat lekker hardlopen daar op vakantie hoor. Ja. Marathon gelopen. Ik heb er nog gezien. Dan zit je na te denken. En wat is dan het gevoel dat overheerst als je daar op je luchtbedje in dat Italiaanse zwembad aan het dobberen bent? Ja, het is goed dat je dat zegt. Misschien moet ik dat ook gaan doen. Dat is altijd het probleem met succes. Tenminste, ik denk dat wij gaan alweer zo snel door naar het volgende. Terwijl we eigenlijk, ik was maandag niet op de club. En dan laat je alles nog even terug. In het begin had ik over dat interview met Bart. En ik zei van ja, daar moet je eigenlijk wat meer bij stilstaan. Maar het voetbalbedrijf, dat gaat door en door. Compliment voor ticketing. Ik vind de microfoon maar voor het eind. Maar ticketing stopt niet op 11 juni. Dat gaat gelijk weer door naar het seizoenkaart. De business gaat door, de commercie gaat door, alles gaat door. Dus wij hebben maar heel weinig momenten dat je echt even kunt zeggen van
hey, dit is wel heel bijzonder wat we met elkaar... Maar waar heb je dan het meest van... ja, dat is misschien een moeilijke vraag. Maar wat is het mooiste, wat is het mooiste gevoel dat bekleeft na dit seizoen? Voor mij is dat gewoon de ontwikkeling van team. He, dus vanaf het begin dat we een hele duidelijke speelwijze is ontwikkeld. Dat daar jongens zijn gaan groeien. Afgelopen zondag wederom. Een Mike Eerthuizen als talent die zich in dat elftal heeft geknokt. Dat we verschillende speelwijzes kunnen hanteren. Ja. De lange bal op Tobias. De tweede bal wat super lastig is te verdedigen. Dat is gewoon niet gelukt. Maar we kunnen ook nu een hele snelle opbouw van achteruit spelen. En via goed positiespel tot aanvallen komen. Nou, dat geeft mij de meeste voldoening. Hè. Want dat begon volgens mij dit seizoen met een 0-0 bij Heerenveen. Wat gelijk werd, was de eerste, hè? Ja, was de eerste. Ja. Wat gelijk gezien als de slechtste wedstrijd die ooit was gezien. Ik weet niet wie dat was. Geert den Oude. Zeg maar zo'n Bert van Losser-achtig figuur. Ja. Kenneth Perez. Ja, nee, maar als je dan die wedstrijd hebt... Dat is Geert den Oude die zegt dat Bad Latuhiro de scouting doet bij Sparta? Dat zei hij, ja. Okay. Ja, hij is recht getrokken, hoor. 1:20 zitten we nu op, kan die terugkijken. Ja. Goed zo. Nee, maar dat was een wedstrijd. En die was inderdaad niet best. Dat was niet om aan te kijken. Maar je kon wel... Nee, het was niet echt vermakelijk, laat ik het zo zeggen. Maar dan zeg je dan meer over Heerenveen dan over Sparta. Ja, maar... Daarna is Sparta inderdaad, wat jij zegt, gaan ontwikkelen. En dan zijn die wedstrijden wel leuk om kijk eens naar Heerenveen thuis. Hè. Bijvoorbeeld. Dat is even de mooiste van bijvoorbeeld. Ja. Dus dat ontwikkeling van het team en de individuen erin, dat maakt mij het meeste trots. En jou? Jij gaat niet op vakantie? Niet zo snel tenminste? Nee, ik ga wel op vakantie. Ik ga wel even 2 weken wat doen, uiteindelijk. Maar ik sluit me wel aan bij Gerard als het gaat over hoe snel dat gaat in zo'n club. Dat je niet heel erg lang bij succes stilstaat. Volgens mij waren wij in november, december waren we met elkaar al in discussie voor het aankomende seizoen. Wat er moet gebeuren, de winterstop, wat handig is om te doen. Als het gaat bijvoorbeeld over de verkoop van een speler om comfort te krijgen in de zomer. Dus wat ik merk is dat je daar heel weinig bij stilstaat. Maar als ik terugkijk en ik lig op mijn... strandlaken. Ik geloof niet dat ik op een luchtbedje ga liggen. Maar als ik op mijn strandlaken lig, dan denk ik met name terug aan de ontwikkeling van de club. Want de club heeft zich echt wel weer het afgelopen seizoen een doorontwikkeling gemaakt. En met name de saamhorigheid van ons allemaal. Want die is het afgelopen seizoen is die echt verre toegenomen en steviger dan ooit wat mij betreft. Is het in stemmen te knikken, Ruud? Ja, dat herken ik. Ja? Die saamhorigheid heeft natuurlijk ook alles te maken met die 6e plaats. Dat snap ik ook nog wel. Ja. Toch? Als we nu 14e hadden geëindigd, had het echt anders geweest. Maar dit smaakt zo ongelooflijk naar meer. Dus wat mij betreft gaat volgende week al de Eredivisie weer beginnen. Maar dat weet ik, dat is niet reëel. Maar dit smaakt zo naar meer. Het bezoek aan het kasteel is nu zo'n feest. En vanaf het moment dat je binnenkomt, tot je naar huis gaat... En we hebben fases gehad bij Sparta dat de wedstrijd vaak een hinderlijke onderbreking was, wat voor verder een leuke dag was. Maar dat is nu ook niet meer. En het is echt een feest om er te zijn. Gaan jullie voor dat volgende week vragen wat jullie mooiste moment is? Dan gaan we volgende week terugblikken. We hebben nog geen gasten trouwens. Daar gaan we even over nadenken. Ja, je zit nu aan te kijken. Mag ik nog een keertje? Je bent altijd welkom. Dus we gaan... Zullen we een keer mevrouw Nijkamp en mevrouw Laros vragen? Oh, kunnen jullie vrouw ook goed met elkaar vinden, net als de spelersvrouwen? Ja? Ja, zeker. Maar ik denk niet dat we dat gaan doen. Dankjewel, ik ga het eindtune instarten. Zeg jij het ook thuis? Ja. Gaan we niet doen. Als ze dit luisteren, dan is er geen weg meer terug, denk ik. Nee. Mooi, mannen. We zitten aan het eind van deze podcast. 1:23 hebben we lekker gebabbeld over dit fantastische seizoen. Bedankt ook voor jullie medewerking. Niet alleen nu, maar ook als de microfoon niet aanstaat. Dat jullie altijd bereikbaar zijn. Je kan niet altijd alles zeggen wat je wil zeggen, mogelijk. Maar volgens mij hebben we het goed gedaan met elkaar. Ja. En daar ben ik jullie namens Rijnmond zeer erkentelijk voor. En nu hopelijk een heel mooi slot van dit seizoen. Dankjewel. Jullie bedankt, mannen. Graag gedaan. Wij gaan ons opmaken. Je bent er morgen wel bij, toch, Anton? Mag ik hopen? Sowieso, man. Hoe laat? Ik kan niet wachten. Hoe laat ga je? Ik sta bij de poort. Ja? Ja. Even indrinken. Met mijn vingerafdruk. Nee. Moet je wel op tijd komen, want de rijen zijn lang. Er zijn flinke rijen. Dankjewel. Mannen, volgende week zijn we er met de allerlaatste Sparta naar voren van dit seizoen. En mogelijk dat Sparta Europa ingaat. Als Spartaan zijn wij geboren. Als Spartanen sterven wij. In de geest van Bok de Korver. Sparta naar voren!